Welkom allemaal, vandaag hier in de kazerne. Kom nog snel binnen, laatste gasten. En ook welkom iedereen digitaal. Mooie manier om een seminar over digital detoxing te volgen via de digitale weg. En volgens mij ook niet de eerste paradox en de laatste paradox die we vandaag gaan tegenkomen. Voordat we aftrappen wil ik jullie vragen of jullie toevallig weten wat dit ding is. En ik heb het vandaag een paar mensen verteld, dus die mogen niet meedoen. Maar heeft iemand een idee wat dit is? Ja. Het is een stolp. Het is ontwikkeld door twee of drie Belgische gasten. Het heet een stolp, dat is hartstikke leuk. Ik pak even de klikker erbij. Dan kan ik jullie je ding laten zien. En je kunt je telefoon erin leggen. Het is een variant box, noemen ze dat. Dus alle signalen worden geblokt als je hem daarin doet. En ik vond het wel een mooie metafoor voor waar we vandaag staan met z'n allen. We hebben met z'n allen 20 jaar gebouwd aan telefoons en devices waar van alles op kan. En op dit moment zijn we devices aan het maken waar dat ding in kan, waardoor we daar even niet mee te maken hebben. En ik heb goed en minder goed nieuws. En het goede nieuws is, ik mag vandaag een beetje voor Oprah spelen. Wie zou het leuk vinden om zo'n box mee naar huis te nemen? Nou, meer gegaan, daar was ik al een beetje bang voor. Dus wat ik wilde doen is einde van vanmiddag of van vanavond even kijken wie de langste schermtijd van gemiddelde schermtijd kan laten zien van vandaag. En wie dat wint, die mag hem meenemen. Nou, wie ben ik? Ik ben Bart Meulenpas. Ik mag alleen aan elkaar praten vandaag, dus we gaan zo direct de drie hele interessante sprekers zien. Even kort voorstellen, ik ben Happy sinds 2007. Ik werk bij Happy Horizon, het bureau wat vandaag het programma organiseert. En 2007 is ook het jaar dat Steve Jobs de iPhone 1 introduceerde. Met de fabuleuze titel Your Life in Your Pocket. En toen waren we nog allemaal een beetje sceptisch, volgens mij. Maar inmiddels zien we wel dat wat daadwerkelijk aan de hand is. En inmiddels is er veel gebeurd. Zo ook bij mezelf. 3 kids, 1 vrouw en steeds minder tijd. De volgorde is andersom trouwens. Dat is wel handig, zie ik nu. Maar steeds minder tijd dus. En ik wijt dat vaak aan mijn kids, aan mijn gezin, aan mijn drukke leven. Maar als ik eerlijk ben en ik kijk naar mijn schermtijd, dan is dat 180 minuten per dag. Dus dat is 2 voetbalwedstrijden per dag. Dus dat is een beetje bullshit dat ik niet kan gaan sporten. En volgens mij zitten er zo heel veel mensen in de zaal die op die manier in het leven staan op dit moment. En als ik dan kijk welke apps ik veel gebruik, dan is dat de Volkskrant en Twitter en de socials en mail, maar ook Peaks. En ik weet niet of jullie Peaks kennen toevallig. Dat is een app van de Rabobank. En wat die doet, die rond je pinbedragen af naar een heel bedrag. Hij valt er nu een beetje vanaf. Dus hij maakt van €2,40 maakt hij 3 euro en die 60 cent die belegt hij. Dus het gaat in feite echt om peanuts. En die belegt hij in een potje en elke keer dat je de app opent laat hij zien of je rendement omhoog of omlaag is. En ik ben helemaal niet zo money driven en ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant dat geld. En toch kan ik denk ik onbewust wat 30, 40 keer per dag die app openen om te zien is dat pijltje nu omhoog of omlaag. En het gaat om centen. En dat is denk ik wel een beetje het thema van vandaag. Ben ik dan verslaafd? Nou ja, als je mij zo vraagt eigenlijk niet. Maar vind ik het te veel dat ik op mijn telefoon zit of zou ik mijn tijd anders willen besteden, dan moet ik ja zeggen. En is het hardnekkig, kan ik er vanaf? Nou, ik wil best wel. Ik vind het best lastig om daarmee om te gaan. Want als we aan digital detoxing denken, dan denken veel mensen aan de geëikte voorbeelden van degene die dag en nacht achter de computer zitten, niet bewegen en daar nooit meer achteruit komen. Maar we zien ook wel andere thema's terugkomen, zoals mensen die overprikkeld raken door het always-on-principe. Doordat we dag en nacht bereikbaar zijn, ook vanuit werkgevers bijvoorbeeld, zie je daar best wel wat burn-out klachten ontstaan. We zien mensen die een beetje blind worden voor de wereld om ons heen misschien wel, vanuit de socials. En eigenlijk meer oog hebben voor alles wat er op dat scherm gebeurt, in plaats van achter dat scherm of om dat scherm. En als we de filmindustrie en Netflix mogen geloven met Black Mirror of andere films, dan hebben we redelijk heftig eindbeeld daarin. En wordt de digitale wereld misschien alleen maar aantrekkelijker. En is de vraag, is dat een goede ontwikkeling? Nou, gelukkig zijn we zover nog niet, maar wat we wel zien is er daadwerkelijk wel wat aan de hand is. Als we
Emotioneel gezien zien we dat 45% van Gen Z voelt zich online meer zichzelf dan offline. Dat is best een bijzondere ontwikkeling, zeker als ik naar mezelf kijk. En ook fysiek zien we dat bijziendheid echt gigantisch aan het stijgen is. Ook onder andere door het schermgebruik. Wil ik een kleine poll houden. Wie van jullie heeft er kinderen? En wie vindt het lastig om zijn kinderen van het scherm af te houden? Of daar een soort beleid in te maken? Nou, ik zie wel wat mensen daarin terugkomen. Wie van jullie neemt zijn laptop wel eens, of iPad wel eens mee naar, op vakantie? Om ook te werken. Of wie checkt zijn mail van het werk ook tijdens vakantie op zijn telefoon? Nou, dat was een hele tijd geleden nog niet zo. Wie kent het principe fantoomtrillingen? Dat je denkt dat je telefoon in je broekzak is gegaan zonder dat die is gegaan. Ja. En wie zit er wel eens op de telefoon en heeft eerder een boodschap op zijn telefoon dan in de toilet? Ja? Vandaag nog? Nou ja, dan zijn hier wat schroom. Nou, er is een Engelse partij die daar iets op heeft gevonden. Dus in feite zijn al onze problemen voorbij. Die hebben dit toilet bedacht. Met een kleine hoek van 14 graden. Waarbij ze met name naar werkgevers aangeven dat de schermtijd en daarmee toiletbezoek van je medewerkers een stuk minder wordt. Maar nee, even alle gekheid op een stokje. Er is dus daadwerkelijk wel wat aan de hand. En als je ziet hoe snel de digitalisering zich ontwikkelt en eigenlijk ook slimmer wordt vanuit AI. En eigenlijk misschien zelfs wel eerder weet wat wij willen zien en wat wij willen horen dan dat we dat zelf weten. Dan is de vraag, zijn wij daar wel tegen bestand? En is ons brein daar wel tegen bestand? En het valt hier een beetje weg, maar de vraag is dus een beetje, wie zit er aan het stuur? En kunnen we überhaupt bijsturen? En zo ja, wie en hoe dan? Nou, daar willen we vandaag wat meer inzicht in krijgen. We gaan de puzzel niet leggen met z'n allen. Maar hopelijk komt er wel wat meer bewustwording vanuit de zaal en vanuit de sprekers. Een van degenen die invloed op kunnen uitoefenen is natuurlijk overheid en werkgevers. En dat gebeurt ook steeds meer. In onder andere België en Portugal is het al verboden voor een werkgever om de werknemer na werktijd te contacten. Een andere partij die hier stevig invloed op heeft en ook best wel een paradoxale rol heeft, is natuurlijk Big Tech. In dit geval heeft Google is best actief met een soort wellness lab of well-being lab, waarbij ze initiatieven ontwikkelen om in ieder geval de bewustwording te stimuleren. Dit is er eentje van, dit is Google Envelope. Dit is een papieren envelop die je om je Android-telefoon kunt vouwen. En als je dan de app downloadt, dan krijg je eigenlijk gewoon weer de primaire telefoon terug, waarbij de basisfunctie terugkomt. En hij vertelt je op het einde ook eventjes hoe lang je hem hebt gebruikt of niet. Een ander initiatief vanuit hetzelfde lab van Google is de Activity Bulbs. Waarbij je eigenlijk elke keer als je je telefoon opent, opent die een nieuwe bulb. En de grootte van de bulb geeft de lengte aan, zodat je heel visueel ziet en bewust wordt van hoe vaak en hoeveel je je telefoon gebruikt. Een andere tip die ik zelf, naarmate de wat verdieping in dit onderzoek had, was je moet je telefoon voor de aardigheid maar eens 2 of 3 dagen op grijs tinten zetten. Dus bij, in ieder geval bij de Apple heel makkelijk. En de prikkels worden echt een heel stuk minder. En de eerste 5 keer dat je je telefoon erbij pakt, voelt het echt ontwenning. Maar mijn schermtijd werd er echt wel aanzienlijk minder door. Dus het is wel... Het is heel primair is het allemaal. Nou, daar gaan we het over hebben. Een andere partij of andere groep die daar invloed op kan uitoefenen is het bedrijfsleven. Daar komt op het einde komt Peter, ik weet even kijken, oh, Peter is daar, komt ons daar iets mee over vertellen vanuit zijn bedrijf PWXR, die juist vanuit volle bak digitalisering ervoor zorgt dat we meer gaan bewegen en meer interactief gaan zijn. Dus dat is ook weer een paradox in zich. De digitalisering wordt hier gebruikt om een aantal nadelen van de digitalisering te elimineren. Een ander voorbeeld is dat we elkaar steeds meer stimuleren en helpen en wijzen op het belang van te detoxen in sommige gevallen. Daar kan Andreas ons zo direct wat meer over vertellen. Die komt vanuit de Hersenstichting wat vertellen. Onder andere over de Ommetje-app, waarin je natuurlijk... Ik denk dat de meesten de Ommetje-app wel kennen. 1,5 miljoen keer gedownload, dus in ieder geval iets over hebben gehoord. Waarbij je ook in een soort van competitief verband elkaar stimuleert om achter dat scherm uit te komen. En we beginnen met Doortje Smithuizen, die ons gaat vertellen of ons
primaire brein en wij zelf eigenlijk daar wel klaar voor zijn. Want degene die natuurlijk de meeste invloed hebben of hier iets aan kunnen doen, ben je zelf. En de vraag die dan meteen rijst, is dat wel zo? En is ons luie brein, zou Kahneman zeggen, wel bestand tegen alle slimmigheid en alle invloed die de digitale wereld ons brengt? En die we misschien hier met elkaar ook wel realiseren met veel mensen die in dit werkveld bezig zijn. Doortje heeft twee boeken geschreven. De tweede is nog in de maak, begreep ik. En het nieuwe boek eindigde met de achterkant eindigde met de zin: als verslaving een vlucht is, waar vluchten we daarvan? Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar wat daar het antwoord op is. Dus Doortje, mag ik jou het woord geven. Ja, ik heb ook nog een klikker voor jou. Ik heb geen slides. Ja, ik heb een hele analoge presentatie. Ja. Leuk om jullie allemaal zo te spreken. En dankjewel voor de introductie. En ik denk dat we al lekker in het onderwerp zitten van allerlei verslavende dingen die de hele dag op ons afkomen. En de vragen die dat oproept. Klinkt mijn microfoon lekker of zit er een soort piep in? Ja. Is dat nu minder? Nee. Is het nu beter? Ja, is beter, hè? Oké. Wat ik zei, we zitten al lekker in het onderwerp en in alle vragen die dat oproept. Hè. De grote vraag is natuurlijk, zijn we verslaafd? En de nog grotere vraag is denk ik, ben ik verslaafd? Dat is denk ik de vraag waar iedereen zich vooral mee bezighoudt. Tenminste, dat merk ik. Want ik ben dus nog steeds bezig met dit boek, Iedereen Verslaafd. We hebben heel lang getwijfeld, gaan we nou die vraagteken erachter doen of niet. Uiteindelijk toch maar gekozen voor vraagteken, is net iets veiliger. Maar dit boek, ik ben er dus nu ongeveer 2 jaar mee bezig en ik denk dat ik nog nooit over iets wat er nog niet is zoveel heb gepraat als dit boek. Want overal waar ik kom en ik noem dat ik bezig ben met dit onderzoek van digitale verslaving en die vraag van zijn we nou verslaafd? Iedereen gaat gewoon als een oester open en begint over zijn eigen gedrag, dat van zijn partner, dat van de mensen om zich heen, alle zorgen die ze hebben, zorgen over kinderen, over ouders. Al dat soort dingen, dus het leeft enorm, dat is in elk geval duidelijk. En iedereen komt ook heel erg naar mij met die vraag van, ben ik verslaafd? Inderdaad, schermtijd erbij. En ze van, zie je hoeveel uur en ben ik nu verslaafd? Nou ja, het stomme antwoord erop is, dat weet ik niet, want het maakt helemaal niet zoveel uit hoe lang je nou helemaal op die telefoon zit, maar veel meer waarom en wat de redenen erachter zijn. Nou goed, ik begon dit onderzoek omdat ik gewoon de vragen had die eigenlijk net allemaal genoemd werden. We leven in een wereld waarin we steeds meer worden geconfronteerd met allerlei super verleidelijke digitale dingen. We hebben eigenlijk een extreem verslavend ding de hele tijd in onze zak. We kunnen wanneer we maar willen inloggen op allerlei oneindige werelden waarin we onszelf gewoon helemaal kunnen verliezen zonder dat iemand het ook merkt. En ik vroeg me af, wat doet dat nou met ons als mens en met ons als samenleving? Hoe moeten we daarmee omgaan? En inderdaad ook nog steeds die vraag van, zijn we nou echt allemaal verslaafd? Hebben we niet door dat we verslaafd zijn? En ook, hoe erg is dat? Ik had wel best wel veel aarzeling om aan het boek te beginnen. En dat heeft er vooral mee te maken dat ik zelf helemaal niet verslavingsgevoelig ben. Ik had het daarover met mijn redacteur, van ik wil hier heel graag over schrijven, maar ik aarzel er heel erg over, want hoe leuk is dat dan? En zij zei van, dat is dan toch juist leuk en spannend, en dan kan je een beetje als een soort Joris Luijendijk, als een antropoloog in een vreemd land, kan je dan zo het land van de verslaving ingaan als niet verslavingsgevoelig persoon. Nou, ik dacht, daar heeft echt niemand zin in om dat te lezen, leek me commercieel echt heel onhandig, want zeker als het om dit soort thema's gaat, wil volgens mij iedereen herkenbaarheid, weet je wel, gênante verhalen, hashtag relatable en zo. En dat zouden ze bij mij niet kunnen halen, dacht ik. Want natuurlijk kwam ik er tijdens het onderzoek achter dat ik zelf ook echt zo verslaafd als neten ben aan van alles. Dus dat maakte uiteindelijk helemaal niet meer uit. Dus goed, toen wist ik dat nog niet, maar ik ging alsnog op onderzoek. Dus ik ben naar heel veel klinieken geweest, heel veel psychologen gezien, bij psychologen in de kamer ook gezeten tijdens behandelingen. Heel veel, mensen gesproken die zichzelf omschrijven als verslaafd, als digitaal verslaafd. Het varieerde echt van porno verslaafd, game verslaafd, telefoon verslaafd, gewoon internet verslaafd, YouTube verslaafd, Gmail verslaafd. Je kan het echt inmiddels zo gek niet bedenken of mensen zijn eraan verslaafd. En het eigenlijk een van de eerste dingen die ik heel interessant vond om eigenlijk te begrijpen was dat
ik had een soort idee van je hebt de traditionele verslaving en dan heb je de moderne verslaving of zo. Maar ik leerde al heel snel dat dat verschil is er gewoon niet. Dus verslaving is verslaving. En als je een gameverslaafde en een heroïneverslaafde in een MRI-scan legt en je kijkt dus alleen naar de hersenen, niet naar de rest van het lichaam, dan zie je precies hetzelfde in het hoofd gebeuren. Dus het zijn gewoon precies dezelfde stoffen in je brein die ervoor zorgen dat jij steeds weer naar die telefoon of sigaret of glas wijn of whatever wil. En dat vond ik eigenlijk al best wel interessant. Want ik dacht, goh, wat grappig dat we dan dus wel rokers of zo of drugsverslaafden, daar hebben we denk ik als samenleving best wel een oordeel over. Daar vinden we wat van. Die moeten letterlijk buiten staan, bijvoorbeeld. Terwijl iemand die de hele tijd op zijn telefoon wil kijken en dat dwangmatig doet, of je ABN aandelen of wat je ook had, weet wil kijken, dat vinden we dan gewoon wel, nou ja, normaal. Of in elk geval acceptabel. En ik begon natuurlijk ook met die psychologen vooral te praten van, ja, wat is dat nou met die verslavingen? Waar ontstaan die nou? En dat kwam ook heel erg uit die gesprekken in de klinieken en met de sessies waar ik bij zat, dat het eigenlijk heel duidelijk is, en dat is denk ik een best wel gangbaar en bekend idee, dat verslaving een vlucht is. Dus er is iets in je leven waar je mee zit, waar je moeite mee hebt, waar je, nou ja, lastig mee om kan gaan. En je zoekt vervolgens een manier om daarmee te dealen. En je hoofd zit zo in elkaar dat je dopamines aanmaakt op het moment dat je een soort geruststelling ervaart. En vervolgens wil je steeds terug naar, nou ja, dat gevoel en die handeling. Ik ga niet nu helemaal in op hoe technologie dat doet. Ik denk ook dat de meesten van jullie wel zoiets als een social dilemma of zo hebben gezien. Weet je, die technologie is inmiddels gewoon heel goed in gewoontevorming en zorgen dat jij steeds weer terugkomt. En hele verslavende, er zitten hele verslavende mechanismen achter die op het moment dat jij je slecht voelt en op zoek bent naar bevestiging of geruststelling, dat heel goed geleverd wordt door zo'n programma. Dat is ook verder helemaal geen geheim. Ik bedoel, er zijn hele boeken over geschreven over hoe je dat als appbouwer het beste kan doen. En die zijn vervolgens echt miljoenen keren verkocht. Wat ik wel weer interessant vond, was dat we dit dan dus allemaal weten. Dus dat we allemaal weten dat dit super verslavend is, maar dat we ondertussen eigenlijk helemaal niet zo, daar dan ook weer niet zo heel veel consequenties aan verbinden. Ik heb bijvoorbeeld heel veel jongens gesproken met een gameverslaving. Die gewoon al heel jong een Gameboy kregen. Dus die bijvoorbeeld op allerlei verschillende manieren een vreselijke jeugd hadden. Weet je, met scheidende ouders of huiselijk geweld of iets anders in die categorie. En die daarvoor dus al heel jong, echt vanaf een jaar of 4, 5, een oplossing zoeken in de vorm van een Gameboy of gewoon een game. Nou ja, dan dacht ik, oké, dat is best wel apart. Want je zou natuurlijk zo'n kind niet een joint geven of zo. Weet je wel, terwijl dus qua verslaving zit dat eigenlijk op precies dezelfde manier. Ja, dan vind ik het niet heel gek dat zo iemand op zijn 15e, 16e gewoon letterlijk niet los te rukken is van de PlayStation op het moment dat hij zich slecht voelt. Dus dat was, dat waren inzichten die me toch wel verrasten en ook nog steeds wel konden schokken op bepaalde manieren. Ondertussen speelde er in mijn leven dat ik op zoek was naar een huis. Ik kom uit Amsterdam, maar ik geloof niet dat dat nog heel erg uitmaakt binnen dit land. Maar goed, ik zal het verhaal kort houden. Het was natuurlijk verschrikkelijk. Ik zat de hele dag op Funda naar huizen te kijken, de huizen te bezichtigen. Maar eigenlijk was het vooral, speelde mijn leven zich steeds meer af op die Funda-app en op die Funda-site. Het was echt, ik leefde voor de vandaag verschenen pagina. Ik kon dat dromen. Ik was alleen maar aan het refreshen, huis aan het bekijken, aan het kijken hoeveel mensen dit huis ook hadden geliked. Of nee, je noemt het niet liken, maar ik weet niet hoe je het noemt. En op een gegeven moment dacht ik, ik was dus eigenlijk de hele tijd mensen aan het interviewen die op allerlei manieren digitaal verslaafd waren. Ik had van mezelf besloten dat ik dat nooit kon zijn. Tot ik ineens zag, ik vertoon nu precies hetzelfde gedrag als de mensen die ik aan het interviewen ben. Ik ben geobsedeerd, ik sta op, ik ga naar die Funda-app. Ik kan het niet loslaten tijdens interviews, tijdens werkdingen, tijdens privédingen. Ik zat alleen maar aan dat domme Funda te denken. Dus opeens dacht ik, fuck, ik ben gewoon Funda verslaafd. En ineens begreep ik ook heel goed waarom die vreselijke website, echt aan alle kanten vreselijke website, gewoon een van de meest bezochte websites is elk jaar van Nederland. Gewoon zeg maar in het rijtje Google, YouTube en dan Funda, weet je. Het is gewoon echt gestoord. Terwijl iedereen die wel eens op die manier een huis heeft gezocht weet dat het gewoon aan alle kanten verschrikkelijk is. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja oké, maar ik had nu dus geleerd dat
verslaving een manier van coping is. Dus je zit ergens mee, er is iets naars in je leven. En je lost het op met een digitale oplossing. Oké, maar stel dat ik Funda verslaafd ben. Wat ben ik nu dan aan het oplossen? Want mijn leven was, los dat het huis niet echt wilde vlotten. Was mijn leven best wel prima, weet je wel. Ik had geen groot trauma of zo wat ik moest verwerken op die website. En eigenlijk begon ik toen een beetje in te zien, en dat kwam natuurlijk ook door heel veel gesprekken met andere jongeren en oudere mensen die ik sprak, die verslaafd waren aan van alles, dat zo'n vlucht niet per se vluchten hoeft te zijn van iets uit je eigen leven, maar dat kan ook van een maatschappelijke situatie zijn. Dus er is iets wat je veel angst aanjaagt in de buitenwereld. Hè? In mijn geval was het de woningmarkt, maar in heel veel gevallen is het natuurlijk eenzaamheid of stress. Nou, we hadden het net al even over burn-outs, weet je wel, werkdruk, prestatiedruk. Überhaupt gewoon hoe onze hele samenleving in elkaar zit, waar je als mens op wordt afgerekend, hoe je wordt geacht je leven te leiden, dat is gewoon extreem stressvol. En ondertussen zijn we dus wel omringd, terwijl dus al die stress en eenzaamheid en depressie en zo toeneemt, zijn we omringd met een steeds groter scala aan oplossingen die we tot ons kunnen nemen op een hele laagdrempelige manier en die ons even een gevoel van ontsnappen verschaffen. Dus ineens begon ik het veel meer te zien als een soort, de verslaving als een maatschappelijk probleem wat heel erg bij deze tijd hoort, hè, de digitale verslaving, dan als een persoonlijk probleem wat je zelf moet gaan oplossen. Hè, je zei net van, moeten we dat zelf gaan? Ik denk dat dat heel moeilijk is voor mensen om dat allemaal zelf op te lossen. En op die manier ging ik dus ook anders om me heen kijken naar welke verslavingen ik eigenlijk moest onderzoeken. Want waarom zien we zo'n Funda-verslaving niet als een verslaving? Of hebben we het er niet over op die manier? Omdat we een huis kopen natuurlijk zien als iets goeds. Het is toch goed dat je daarmee bezig kan zijn. Dat jij die stap misschien kan zetten. Dat je, weet ik veel, serieus nadenkt over je toekomst of zoiets. En dat is denk ik wat er nu aan de hand is met die digitale verslavingen. Oh, ik zie nu pas dat ik hier een klok heb. Ik heb er niet op gekeken, sorry. Dat het eigenlijk een soort nieuwe vorm van verslaving is die zeg maar een soort succesverslaving. Kijk, als je verslaafd raakt aan drugs of alcohol, dan doe je jezelf zo ontegenzeggelijk, ga je dan op een gegeven moment jezelf ten gronde richten. Je kan het misschien lang volhouden en je lichaam kan misschien best heel wat aan. Maar op een gegeven moment ga je jezelf toch een beetje buiten de samenleving plaatsen. Terwijl die digitale verslavingen, die hebben op de een of andere manier heel goed wat wij zien in de samenleving als goed en succesvol, namelijk vooruitgang, doelen halen. Dat hebben ze op de een of andere manier heel goed geïncorporeerd in de producten die ze aanbieden. En daar worden we vervolgens aan verslaafd onder het mom van vooruitgang. En waar ik vervolgens ook enorm door gefascineerd raakte, waren dus de sportverslaving. Ik heb best wel wat sportpsychologen gesproken. Dat zijn psychologen die zich echt heel specifiek richten op atleten, maar ook gewoon op mensen die heel veel sporten. En die gaven echt aan dat sinds met de komst van Strava, de stappenteller, de Fitbit, de smartwatch, dat het aantal gewoon mensen die gewoon verslaafd zijn aan sport, verslaafd zijn aan hardlopen, neemt enorm toe. Ik heb ook veel van dat soort mensen gesproken. En dat is echt, ik vond dat persoonlijk echt een van de naarste dingen eigenlijk om te horen. Omdat mensen zo in een idee leven dat ze goed bezig zijn. Namelijk, ze zijn elke dag bezig die smartwatch tevreden te stellen, de stappenteller, elke dag weer wat meer. Maar ondertussen zie je dat mensen hun leven gewoon helemaal niet meer leiden. Ze zijn gewoon alleen maar bezig met, het is een soort systeem. Ik weet niet, heeft iemand hier een smartwatch? Jij. En jij. Kijk je erop? En elke dag? Ja, en gaat die dan ook elke dag hoger? Ja. En waarom? Ja. Ja, het is ook esthetisch. Ja, nee, serieus. Ja. Maar waarom voelt dat dan goed? Ja. Ja, het is dus heel interessant. En jij, ik weet niet hoe het verder bij jou is, maar ik heb dus echt mensen gesproken die op een gegeven moment 8 uur per dag of zo aan het lopen waren, weet je wel. Dan kan je gewoon. Maar dan snap je, en dan zie je ook ineens heel erg die vergelijking met drugs of een pornoverslaving of iets anders. Weet je, op het moment dat je zoveel tijd ergens aan kwijt bent, dan is het gewoon niet meer gezond. En die mensen waren ook niet meer gezond, ondanks dat ze dus
dat het gezond is om zoveel te lopen. Ik zal verder niet ingaan op de app Ommetje, maar die is ook heel verslavend. dus het werpt me kortom duidelijk dat die digitale verslaving is echt een soort verslaving 2.0. Het is de verslaving voor de succesvolle mens. Het is de verslaving aan je eigen proces en aan je eigen vooruitgang. En dat is wat er zo ingewikkeld aan is en wat er zo moeilijk aan is, denk ik, om het ook echt op te kunnen lossen. En ik las laatst over Michael Pollan, een hele leuke non-fictie auteur, wetenschappelijk auteur. Die komt met een nieuw boek over koffie. Heel leuk. En die schrijft ook heel veel over andere drugs, maar nu dus over koffie. En die zei, ja, koffie is zo interessant, want dat is eigenlijk gewoon een drug. Het heeft gewoon echt de elementen van eigenlijk heel veel andere drugs. Maar omdat koffie de samenleving soepeler doet verlopen, hebben we dat als maatschappij geaccepteerd. En toen moest ik ook heel erg denken aan die digitale verslavingen. Want wat doen die? Die laten de samenleving soepeler verlopen. Het is supergoed voor onze economie, voor onze maatschappij, voor gewoon het functioneren van ons land en van de wereld, dat wij allemaal op die telefoontjes zitten. Want dan kunnen we lekker, laten zien waar we zijn aan de overheid en aan alle systemen die ons besturen. En we kunnen in onszelf in Google spreadsheets meten met anderen. En dus het staat allemaal zo in dienst van de efficiëntie van het geheel. En dat daar, zo denk ik er eigenlijk, nou, dacht ik er hiervoor dus eigenlijk ook niet over na. Maar zo zie ik het inmiddels echt wel. En dit was ook wel het moment waarop ik een beetje droevig werd tijdens mijn onderzoek. En waar ik me inmiddels ook een beetje zorgen over maak. Omdat ik nog zoekende ben om het boek een soort positieve boodschap als einde te geven. Omdat ik toch denk dat mensen dat fijn vinden om een soort van perspectief te krijgen. Dat ik inmiddels het idee heb dat eigenlijk die digitale verslavingen een soort ultieme afleidingsmanoeuvre zijn van de systemen waar we nu in zitten. Het kapitalisme, het neoliberalisme, het allemaal draait om een soort van vergroten van winst, vergroten van omzet en eigenlijk het reduceren van mensen tot kapitaal en werkkracht. En weet je, we leven in een wereld waarin eenzaamheid enorm toeneemt, depressie enorm toeneemt en ondertussen hebben we dan dus die oplossing in de vorm van die digitale verslavingen, terwijl die ons alleen maar vasthouden in dat systeem wat eigenlijk die negatieve gevoelens heeft gecreëerd. Dus terwijl wij het gevoel hebben dat we die kortstondig oplossen door een like op Instagram of een volger of een LinkedIn post of weet ik veel wat, houden we eigenlijk precies dat systeem draaiende dat ons in eerste instantie richting die digitale verslavingen heeft gedirigeerd. En ik vind dat, ja, ik vind dat een hele lastige situatie. En het meest deed me eigenlijk denken aan, ik weet niet of jullie die film hebben gezien, Don't Look Up. Ja, oké, okay, ja, ik zie een aantal mensen klikken. Oké, goed. Nou ja, dat vond ik eigenlijk echt een hele goede film, om heel veel redenen, maar vooral om het einde. Ik weet niet, oké, ik ga het een beetje spoilen, maar volgens mij weet iedereen wel hoe die afloopt. De wereld gaat eraan. En eigenlijk op het moment dat die komeet op de wereld inslaat, wat doen mensen? Ze pakken hun telefoon en ze beginnen te filmen. Dus eigenlijk het enige wat je ziet is nog mensen die enorme tsunamis en wereldvernietigende stenen, regens en lava stromen en zo. Dat verschijnt allemaal op Instagram. Mensen twitteren erover. Weet je wel. Het heeft iets heel grotesks. Maar tegelijk denk ik echt dat als de wereld vergaat, dat het er zo uit gaat zien. Ja, omdat ik denk dat we gewoon onszelf gewoon met z'n allen zo hebben aangeleerd om op die manier om te gaan met stress en met angst en met paniek, dat we op dat moment gewoon geen andere manier kunnen bedenken. Dat onze manier van coping is geworden, dat onze verslaving en daarmee onze oplossing is geworden. Dat is dus waar ik nu ben in dit onderzoek. En dat is, zoals ik zei, best wel een treurige boodschap om mee af te sluiten. Maar goed, ik hou me een beetje vast aan die sterrenkundigen die in die film zitten en die ook steeds maar proberen om een niet zo heel positieve boodschap te verkondigen. En er wil ook niemand naar luisteren. En dan zegt op een gegeven moment Jennifer Lawrence in die rol, ze heet Kate geloof ik in die film, zegt ze, als ze dan bij de talkshow zit, weet je wel, dan zegt ze, well, maybe it's not supposed to be fun, maybe it's supposed to be fucking terrifying. En daar laat ik daar dan mee eindigen voor nu. Dankjewel. Ja, dank. Als je even blijft staan, Doortje, misschien hebben de mensen nog wat vragen. Ik heb wel één vraag, heb je inmiddels een huis gevonden?
Ja. Over happy end gesproken. Ja, grappig, misschien dat ook houdt iedereen lukken. Echt ontzettend bezig. Ook. Ja, ik heb inmiddels haast. En kijk je nog steeds op Funda? Nee. Nee? Nee, ik kijk niet meer op Funda. Okay. Nee, ik heb wel. Ik had toen al een keer dat ik er echt mee was gestopt. Omdat ik gewoon dacht dat ik gewoon niet meer bezig was met een huis, maar gewoon met Funda. En een soort van winnen van Funda ook, weet je wel. Nee, maar ik kijk dus niet meer. Wat wel interessant is, want er zijn dus echt, ik geloof, 5 miljoen unieke bezoekers per maand of zo. Wat echt zoveel is. Ja. En daarvan zoekt echt niet iedereen een huis. Dus er zijn heel veel mensen die zichzelf gewoon recreatief. Handjes omhoog. Die kijken op Funda zonder dat die een huis zoekt. Nou, ik ken ook mensen die echt heel veel op Funda zitten zonder dat ze een huis zoeken. Zijn er nog meer vragen voor Dordje? Daniel. Ondanks dat je ook zelf de oplossing niet weet, kan ik me wel voorstellen dat je bent gaan zoeken naar hoe kun je zelf nou iets minder op die telefoon zitten of met die verslaving bezig. Heb je daar in jouw onderzoek dingen gevonden die helpen? Ja, nou ik ben wel, ik kijk dus iets meer naar het grote plaatje en iets minder naar, er zijn gewoon natuurlijk heel veel dingen waarvan je wel weet dat ze werken. Ja, het is gewoon allemaal heel bazaal, ik doe het zelf ook hoor, maar dus niet je meldingen aanzetten op je telefoon. Dat is trouwens wel echt een tip, dat scheelt voor mij heel erg. Ja, apps verwijderen, dat soort dingen, maar ik kijk iets meer naar het grotere plaatje en daar ben ik inmiddels ook wel, wat ik heel interessant vind, ik ben dus best veel bezig met influencers en YouTubers en zo, daar schrijf ik ook veel over. En kijk, het lastige van dat kapitalistische digitale systeem is dat er gewoon heel veel mensen heel veel bij winnen. En het idee van, nou ja, je hebt zo'n uitspraak van Zizek van je kan je beter het einde van de wereld voorstellen dan het einde van kapitalisme. En ik denk gewoon dat digitale probleem gewoon heel erg samenhangt met kapitalisme. En het idee is dat eigenlijk de winnaars van het kapitalistische systeem, die moeten het verschil gaan maken. Want die moeten gaan stoppen met het spel spelen, zeg maar. En dan kan iedereen opnieuw zijn plek in het spel bepalen. En wat ik dus wel hoopvol vind, het is een lang antwoord op je vraag, maar is dat bijvoorbeeld nu YouTubers steeds meer stoppen met YouTube. Dus dat zijn echt mensen met echt miljoenen volgers, weet je, die verdienen echt bakken met geld. Echt bakken met geld. Ik bedoel, die wonen allemaal in L.A. in enorme huizen. Die hoeven echt nooit op Funda te kijken, weet je wel. Die zijn echt hartstikke loden. Maar die besluiten dan toch van, ik stop met YouTube, want ik vind het gewoon te draining, emotioneel. En dat was wel voor het eerst dat ik dacht van, oh, er kan ook wel echt iets veranderen. En ik denk wel echt dat verandering uit dat soort, want ik denk dus dat, waar wij ons allemaal denk ik heel erg mee bezighouden, is hoe kan ik nou minder op je telefoon zitten. Maar ik vind dat je dan dus nog steeds het probleem te veel bij jezelf legt. Want ik zeg het eigenlijk van ja, het is echt super begrijpelijk dat je de hele tijd op je telefoon zit. Want de wereld is super veel eisend en heel erg schaal en heel erg guur. En ik vind het heel begrijpelijk dat heel veel mensen gewoon af en toe willen verdwijnen in een scherm. Ja. Nog een vraag. Ik vond het een heel goed verhaal. Maar ik had de vraag van, zie je nou niet dat andere verslavingen afnemen? Dat er in feite kannibalisatie optreedt? Nou, leuke vraag. Ja, het lastige met verslaving is dus, en dat vond ik dus ook heel interessant, zeker als iemand met een verondersteld weinig verslavingsgevoelig complex, dat dus iedereen wel eens verslaafd is, bijna, aan iets. En heel veel mensen dat dus ook zelf weer oplossen. Alleen dat dus wat ze bij verslavingszorg en zo zien, dat is echt het topje van de ijsberg. En of dat echt afneemt, kijk, het lastige met die digitale verslaving is nu, het staat voor het overgrote deel nog niet in de DSM-5. Het, zeg maar, medische standaardwerk van wat je kan behandelen. Daar staat nu alleen gamen in en online gokken staat er altijd in. Gewoon omdat gokken er altijd al in staat. Maar dus daar is dus qua voor zeg maar gewoon artsen is het heel moeilijk om op dit moment mensen met een puur digitale verslaving te behandelen. Ik heb heel veel mensen gesproken die gewoon gezegd hebben tegen een afkeerkliniek, ik heb een alcoholverslaving. In samenspraak met hun huisarts of hun arts. Omdat ze gewoon zeiden, ja, als je zegt, ik ben verslaafd aan Instagram, dan kunnen ze je niet helpen. Want dan, dat staat niet opgenomen in dat standaardwerk. Dus dat is heel ingewikkeld. En wat je ook veel ziet, is dat mensen een digitale verslaving ook vaak combineren met een traditionele verslaving. Dus heel veel mensen combineren bijvoorbeeld coke met porno. Dat is een hele standaard combinatie. Of blowen met gamen, weet je wel. Dus vaak is ook het onderscheid nog niet helemaal zichtbaar. En ik denk voordat je dat echt zo'n verschuiving zou kunnen zien,
Ja, zijn we echt weer 10, 20 jaar verder, denk ik. Dat je dat echt in cijfers kan zien. Ik had gehoopt dat het goede nieuws was. Ja, ja, dat we dan minder drugsverslaafd zouden worden. Ja, nou ja, laat het hopen, ja. Ja. Nou, volgens mij had ik nog een vraag. Ik kijk heel even naar de tijd. Is iemand die... Nog één vraag, ja. Sorry. Ja, Doortje, goedenavond. Sanne Duivenstein. Is het niet eigenlijk iets van alle tijden? Ik weet dat ik nog vroeger moest ik verplicht met mijn ouders naar Fred Oster te kijken, die met de Cavia race en Bella de Beer en Ron Brandsteder. Mm-hmm. En dan waren we als gezin waren verslaafd aan de televisie. Ja, ja, ja. En nu ben je meer individueel verslaafd. En ook Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Met media doet het gewoon met ons altijd al. Ja. Dus is het erg? Is het? Nou ja, dat vind ik ook een goede vraag. Is het erg? Ik denk dat het niet erg is om verslaafd gedrag te vertonen. Ik denk dat jij wel een heel goed punt maakt dat het wel heel anders is om vroeger met jouw gezin naar, ik ben even naam, maar naar de cavia's te kijken. Dan om inderdaad, verslaving is enorm geïndividualiseerd met die digitalisering. Dus zelfs gewoon het feit dat je vroeger misschien naar een prostituee ging en nu webcamseks hebt. Dan had je vroeger nog wel die interactie met die prostituee. Dan heb je nog een menselijke interactie. En met webcamseks of porno heb je dat niet. En dat is natuurlijk met heel veel andere dingen ook. Ik bedoel, een alcoholverslaving is ergens, als je dat in het café doet, nog sociaal. Terwijl eigenlijk alles wat je digitaal doet, is in essentie heel alleen. En je ziet natuurlijk wel dat de eenzaamheidscijfers over de hele wereld gewoon enorm toenemen. En dat lijkt me niet toevallig. Dus ja, natuurlijk, je kan je afvragen, is het erg? Ja, als je je, zoals ik, wel een beetje zorgen maakt over die toenemende eenzaamheid, vind ik het wel erg. Ja? De aanraakbaarheid van de mens. Oh, dat is wel een mooie, ja. Ja. Ja, want het is ook zo dat op het moment dat je jezelf, dus hoe meer je jezelf digitaal isoleert, zeg maar, hoe moeilijker het is om menselijk contact te hebben. Dat je verliest gewoon mensen die dus bijvoorbeeld heel veel gamen en dus niet, je verliest letterlijk je spraakvermogen. En vervolgens raken mensen dus zo bang om te spreken dat ze stom worden. Je hersenen gaan het afsluiten. Dus het is echt, ik snap wat je zegt en verslaving is van alle tijden, maar ik vind dit wel een soort nieuw en problematische vorm. Nou, dankjewel Doortje. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten met Doortje dank over dit wel. Thema. Dus nogmaals dankjewel. Ik denk namens iedereen. En een hele mooie brug naar de hersenen, de MRI-scan en daarmee ook de verslaving. En de app die zelfs misschien wel verslaving in de hand helpt en aan de andere kant heel erg op de preventie zit. Is het verhaal van Andreas? Ik klik even voor je. Ik denk dat ik mijn presentatie iets moet aanpassen nu, maar ja, dankjewel. Dankjewel dat ik hier wat mag vertellen over Ommetje. Ik denk dat het voor jullie allemaal wel bekend is wat Ommetje is. Misschien even wat handig, heeft iedereen Ommetje op zijn telefoon staan? Nee, zo weinig? Dit is echt onmogelijk inderdaad. Nou, dan ga ik gewoon mijn hele presentatie nu helemaal omgooien, want dit is niet handig. Nee, laat ik allereerst even wat vertellen over mezelf. Ik ben dus Andreas Tober, PR-manager en woordvoerder bij de Hersenstichting. Zit daar ongeveer 3,5 jaar nu en heb daarvoor altijd eigenlijk in de PR gewerkt. Ik ben dus altijd betrokken geweest eigenlijk al vanaf het begin bij Ommetje. Dus ik heb het hele proces meegemaakt. Net voordat ik kwam waren ze er al met de ideeën, waren ze bezig. Maar vanaf het begin dat we echt naar buiten zijn gegaan, ben ik daar helemaal bij betrokken geweest. Ik denk dat het goed is, voordat we echt even over Ommetje beginnen, dat het goed is dat ik ook even uitleg wat de Hersenstichting doet en waar we allemaal voor staan. Want dan begrijp je ook helemaal precies waarom we Ommetje hebben geïntroduceerd. Ruim 4 miljoen mensen hebben al een hersenaandoening. Dat is dus eigenlijk 1 op de 4 mensen. En als je echt aan een hersenaandoening denkt, denken heel veel mensen meteen aan Parkinson, dementie, depressie wellicht ook al. Maar je moet ook denken aan migraine bijvoorbeeld. Of problemen met echt slaap, kan je ook wel eronder scharen. De Hersenstichting staat eigenlijk, ja, we zetten
alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Dus we zijn er ook voor echt iedereen in heel Nederland. En we hebben eigenlijk om de missie te behalen, hebben we eigenlijk 3 doelen opgesteld. En dat is voornamelijk, de allereerste is echt preventie. Dus hersenen zo lang mogelijk gezond houden. Dus wat kan je zelf doen om je hersenen zo gezond mogelijk te houden? Daar pakken we eigenlijk echt dat stuk wat ik vandaag ga vertellen, komt daarin helemaal in terug. Het tweede doel is hersenaandoeningen zo goed mogelijk behandelen. En dat doen we eigenlijk door hersenonderzoek te financieren. En het derde is, als je dan een hersenaandoening hebt, om die mensen zo goed mogelijk weer mee te laten doen in de maatschappij. Nou, we gaan heel even terug naar 2018. Dat is dus het moment dat ik nog net niet bij de Hersenstichting zat, maar dat ze wel aan het kijken waren van wat is er allemaal gaande in de wereld. En eigenlijk begon het allemaal met Erik Scherder, die toen de zin uitsprak: zitten is het nieuwe roken. Nu wil ik met jullie eigenlijk even een klein onderzoekje doen. Nou ja, de vragen die ik net stelde, wie de ommetje kent. Ik hoop dat dit beter gaat, laat ik het zo zeggen. Als jullie allemaal heel veel willen staan, want we zitten sowieso allemaal op een dag te veel, dus dit is denk ik het beste moment om weer even te staan. Ik wil vragen aan de mensen die een actief beroep hebben, dus die geen zittend beroep hebben, om die even te gaan zitten. Dus als je de hele dag door beweegt, loopt en dat soort dingen, dan mag diegene gaan zitten. Nou, voor de mensen thuis, iedereen staat nog. Dat is altijd wel goed. Dan een andere vraag. Wie heeft er vandaag, dus een beetje door de dag heen, achter elkaar 20 minuten gewandeld? Voor de mensen die dat gedaan hebben, die mogen gaan zitten. Sorry. Nou, daar staan nog 10 man, denk ik, max. Dit betekent dus dat jullie heel erg inactief zijn geweest vandaag. En dat is heel erg slecht voor de hersengezondheid. Maar jullie zijn niet de enige. Want uit het onderzoek van het RIVM, jullie mogen trouwens allemaal weer gaan zitten hoor. Het is niet zo dat ik jullie allemaal het hele moment hier wil laten staan. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dus dat wij allemaal, en vooral mensen met een zittend beroep, dus 10 uur op een dag zitten. Dus dat is echt immens. Wij zijn ook echt, als je kijkt naar Europa, zijn we echt de mensen die het langst zitten. Dat is echt immens. En dit is eigenlijk een beetje het begin van het hele verhaal vanuit Ommetje. Dus wij hebben op een gegeven moment gekeken van, mensen bewegen dus veel te weinig, dus we moeten daar iets aan doen. En we willen daar op een gegeven moment een app aan koppelen. Nou, we hebben op een gegeven moment gekeken naar wat zijn de ideevormingen. Dus wat willen we voor criteria daaraan aan hangen. En eigenlijk zijn er 3 hier heel belangrijk uit. Dus allereerst willen we mensen activeren om in beweging te komen. Helemaal naar aanleiding van het onderzoek. Wat we ook samen met Erik Scherder hebben bekeken. En ook helemaal in gesprek met hem zijn gaan kijken van wat is nou belangrijk om te gaan doen. Dus activeren, zelf iets doen aan je hersengezondheid. Vervolgens hebben we gekeken, we zijn een gezondheidsfonds, maar we moeten natuurlijk wel een fondsenwervende laag daarin hebben, dus er moet uiteindelijk ook wel weer geld terugkomen. Het mag niet geld kosten, maar het moet ook geld moeten uitkomen, zodat we uiteindelijk weer hersenonderzoek kunnen financieren. En als laatste, we wilden er ook echt voor zorgen dat mensen gewoon een supporter worden van de Hersenstichting, dat ze begrijpen wat we doen, wie we zijn en elke keer terugkomen. Dus dat is ook wel het verhaal dat ik zeg, elke keer terugkomen is vrij heftig als we het verhaal hiervoor net hoorden. Maar het is voor de goede zaak, laten we maar zeggen. Nou, uiteindelijk is daar dus de Ommetje-app uit voortgekomen. En het belang eigenlijk waar de Ommetje-app voor staat, is echt dat je elke dag een wandeling maakt. Het gaat niet per se om een wandeling alleen, maar echt om bewegen wilden we stimuleren. En elke dag minimaal 20 minuten bewegen zorgt er eigenlijk echt voor dat je zowel fysiek als mentaal gezonder wordt. Maar ook de beweging zorgt er ook voor dat je minder stress ervaart. Helemaal handig als je door de dag heen druk bent met je baan, veel stress ervaart. Eigenlijk zou je dan dus vaker naar buiten moeten gaan om dat te voorkomen.
Nou, even een paar belangrijke dingen. Nog wel handig om te zeggen, denk ik, helemaal met het gesprek hiervoor net. Dat we, wat we echt zeggen is, je moet 20 minuten wandelen. Hè? Dus je moet eigenlijk de app aanzetten, dan in je zak stoppen en niet meer naar kijken en dan van de omgeving genieten. Dat is het allerbelangrijkste. Dus het is niet zo dat we zeggen, ga 20 minuten met de app aanstaan en ga alleen maar kijken wat er dan gebeurt. Maar zorg ervoor dat je die telefoon weer in je zak doet en kijkt naar de omgeving of in ieder geval even met iets anders bezig bent. Wat ik al zei, er zijn een paar elementen belangrijk en goed voor de hersenen als je beweegt. Dus aan de ene kant zorgt beweging ervoor dat je stress wordt verlaagd. Dus je kan even ergens anders aan denken, je zit niet meer constant achter je scherm. Je kan je gedachten even laten gaan. Maar het stimuleert ook je gelukshormoon, wat allemaal in de hersenen plaatsvindt. Je denkvermogen gaat omhoog, heel belangrijk voor werkgevers, om mensen dus te stimuleren, vooral de werknemers te stimuleren om vaker te bewegen. De beweging is dus heel erg goed voor je denkvermogen. Het zorgt ervoor dat je je aandacht ergens veel beter bij kan houden, dat je dingen veel beter begrijpt, maar ook dat je concentratie omhoog gaat. Wat veel mensen niet altijd associëren met overdag bewegen, is dat het echt een positieve invloed heeft op je slaap. Dus als je door de dag heen beweegt en vooral buiten beweegt, want dat is nog wel een belangrijke toevoeging, dat zorgt er eigenlijk voor dat je veel licht ontvangt. Nou, dat heeft weer effect op je slaaphormoon. En dat zorgt er dus voor dat als je vaak wel buiten bent, veel beweging hebt, dat je beter slaapt. En vervolgens, ja, ik denk dat dat voor iedereen realistisch is en ook herkenbaar, dat de weerstand gewoon enorm verhoogt als je door de dag heen meer beweegt. Nou, we zijn hier natuurlijk ook om meer te weten te komen vandaag over het succes van Ommetje. En wat dat, hoe we ervoor hebben gezorgd dat het zo'n succes was. Ja, ik ga hier echt wel het spelelement helemaal uitleggen. En ook dat is een van de successen die we hebben. Wat we net hoorden, dat dat zo gevaarlijk is voor veel mensen. Gamification is echt een van de belangrijkste dingen dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat Ommetje zo'n succes is. Wat we natuurlijk ook wel hebben gehad, is een klein beetje het geluk. Dat klinkt heel lullig, maar dat is wel zo, het geluk van de coronacrisis. We begonnen allereerst met een bedrijven-app. Dus we wilden eigenlijk zittend Nederland wilden we actief maken. Dat probeerden we te doen via de werkgevers. Dus we hebben echt een, nou, Ommetje bedrijven ooit hebben, die wilden we die lanceren. Betaald moest die zijn. En dan wilden we ervoor zorgen dat de werkgevers die aanboden aan hun werknemers. Alleen toen kwam in begin 2020 kwam de coronacrisis en toen zaten we allemaal thuis. En toen dachten we als Hersenstichting, ja, nu zit iedereen thuis, we mogen niet meer naar buiten, we mogen niet meer sporten, we mogen niet meer bewegen. We hebben niet meer ons loopje naar de trein, we hebben niet meer ons fietsmomentje naar je werk. Dus we hebben iets anders nodig. Dus we hebben op een gegeven moment de hele app hebben helemaal opengegooid, gratis gemaakt. We moesten hem iets ombouwen, want dat is natuurlijk wel echt even iets anders als je meteen in de Apple Store gooit, gratis voor iedereen. Dus dat iedereen hem kon downloaden. Maar die switch hebben we gemaakt en dat is eigenlijk een van de successen waarom Ommetje zo explosief is gestegen. Nou, wat ik net al zei, is dat de gamification echt wel een belangrijk onderdeel daarvan is. Dus echt ervoor zorgen dat mensen aan de ene kant echt actie ondernemen. Vervolgens zorgen we in de app dat er een beloning ontstaat. Daardoor de beloning, en dat kunnen punten zijn, dat kunnen medailles zijn die mensen kunnen krijgen. Dus elke keer als mensen wandelen of een reeks afmaken of vrienden uitnodigen, et cetera, krijgen ze punten. Dus hoe meer punten je krijgt, hoe hoger je komt in een bepaalde rang. Dus je kan op een gegeven moment een groep aanmaken met vrienden, je kan een groep aanmaken met familie, je kan een groep aanmaken met je collega's. En hoe meer je loopt, hoe meer punten je krijgt. En je ziet echt op een gegeven moment dat spelelement en die, ja, wat is het echt, die, nou, mensen willen winnen, die drang om maar door te gaan.
Ik weet echt dat wat ik alles nu zeg, dat dat helemaal fout is hoor. Maar ik ga gewoon helemaal door, want het gaat uiteindelijk echt om dat bewegen. Hè? Dus om die gezondheid te creëren. En ik snap helemaal dat hier een klein beetje de het verhaal in terugkomt. Maar dat is niet de bedoeling. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk verschillende elementen erin verwerkt die het succes van Ommetje gewoon doordat mensen het vaker willen gaan gebruiken. Nou, je ziet helemaal bovenin bijvoorbeeld weetjes. Elke keer als je een ommetje hebt gelopen, krijg je een hersenweetje, dus een leuk feitje van Erik Scherder. Nou, superleuk, toch? Vroege vogel. Vroege vogel is dat je extra punten krijgt als je heel vroeg loopt, dus voor 8:30, zeg ik even uit mijn hoofd. En wat misschien ook nog wel een hele goede is, de hartmedaille. Hartmedaille is dat je extra punten krijgt als je je successen deelt met bijvoorbeeld vrienden, familie of collega's. Dus hoe vaker je deelt, hoe meer punten je krijgt. Is natuurlijk voor ons heel handig om de olievlek te verspreiden. Dus dat je echt mensen uitnodigt om in je team te komen. Dat je zegt, ik heb een team gemaakt, ik loop al 300 dagen. Wil jij ook in mijn team? Nou, iedereen die dat doet, die is gek, want die kan nooit meer die punten behalen. Dus die komt nooit meer bovenaan de ranglijst. De andere is de hikermedaille, die ik nog even wil lichten. Kijk, voor ons is het heel belangrijk dat mensen een routine hebben in hun leven. Dus dat ze dagelijks meer gaan bewegen. Dus het is niet zo dat wij het belangrijk vinden dat mensen echt maar één keer even of één keer in de week wil doen. Maar ze moeten voornamelijk een routine hebben. Ze moeten elke dag bewegen. Met de hikermedaille hebben we proberen te creëren dat mensen minimaal 4 keer achter elkaar, dus 4 dagen achter elkaar, een wandeling maakten. Het hele idee hierachter is dat je door een routine te creëren, dat je dan op een gegeven moment de app niet meer nodig hebt om te wandelen. Dus op een gegeven moment zit het zo in je systeem dat je denkt van oké, ik heb die app niet meer nodig, ik ga gewoon wandelen. Nu komt mijn verhaal echt wel weer rond hoor, want dit gaat de goede kant op. Het is namelijk zo, dat is ook, komt uit de wetenschap, ze zeggen ongeveer 66 dagen, ik roep altijd 3 maanden, want dat is makkelijk. Als je 3 maanden iets doet achter elkaar, dan heb je eigenlijk een beetje de routine opgebouwd. Dus ik weet dat dat niet lukt met 4 dagen, maar daar zit wel de gedachte achter. En daarnaast hebben we de lunchmedaille neergezet. Die hebben we ontwikkeld omdat we op een gegeven moment uit het systeem zagen dat mensen vooral 's ochtends en 's avonds liepen, maar wij wilden natuurlijk dat mensen door de dag heen meer gingen bewegen. Dus wij hebben de lunchmedaille bedacht om ervoor te zorgen dat mensen rond lunchtijd gingen bewegen. Nou, je ziet hier het aantal gelopen ommetjes tussen 11:30 en 2 is toen met 82% gestegen. Komen we weer terug op het beloningssysteem, want dat gebeurt toch echt allemaal in de hersenen. Als je op een gegeven moment ergens een competitie aanhangt, dan wil je winnen. Dus zo zitten we gewoon allemaal in elkaar, dus daar is wel de app op gebouwd. Ik heb dit plaatje dus net laten zien. Er is een actie, mensen gaan wandelen. Je beloont ze daarvoor door hersenweetjes, door het hartmedaille of door extra XP-punten te geven. De XP-punten zijn echt de punten die je dus, zo noemen wij de punten die je krijgt in het ommetje. En vervolgens groeien in de ranglijst. Dus je gaat op een gegeven moment, sta je bovenaan. We hebben nu een nieuw element erin zitten, dat je in een bepaalde groep terechtkomt, naarmate je de bovenste 30% zit, dus dat je echt aan de top zit, dan word je 1 keer in de zoveel tijd wordt die gerefreshed en dan kom je in een nieuwe groep terecht. Dus moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen en ga je weer tegen nieuwe mensen lopen. Dat is eigenlijk ook weer bedoeld om mensen zo lang mogelijk te laten wandelen en achter elkaar te laten wandelen. Nou, het succesrecept van Ommetje en vooral van de Ommetje app, dus echt om een app te bouwen, hebben wij eigenlijk in deze paar woorden neergezet. Dus voornamelijk de eenvoud van de app, dus echt gewoon doe 1 ding heel erg goed. We hebben gewoon gezegd, we willen ervoor zorgen dat iedereen wandelt in Nederland en eigenlijk zo vaak mogelijk, door de dag heen.
waarbij we, ik heb hier digital detox achtergezet, waarbij het dus echt belangrijk is, dat hebben we ook overal staan, van je, de app staat nu aan, je klikt hem aan, dan staat er, goed dat je hem aanzet, doe nu je telefoon in je zak en geniet van de omgeving, dat is uiteindelijk het doel. De tijd is een hele belangrijke, dus het is belangrijker dat je minimaal 20 minuten loopt, wetenschappelijk ook weer bewezen. Vanaf 20 minuten gaat het echt positief effect hebben op je gezondheid. En het is niet zo belangrijk hoe ver je loopt wat ons betreft. Dus het gaat echt om elke klein beetje meer bewegen is al goed voor je gezondheid. Nou, no pain, no gain. Ik denk dat iedereen dat wel snapt. We willen alles hebben, maar het moet ook niet te makkelijk zijn. Als het allemaal te makkelijk is, komen we niet meer terug. Dus dat is niet handig. Dus het moet in bepaalde mate een frustratie opleveren. Maar je moet wel plezier hebben. En met het plezier bedoelen we ook echt, zorg er ook voor dat je het samen doet. Daarom hebben we op een gegeven moment ook ervoor gezorgd dat iedereen elkaar kan uitnodigen. En dat je echt met vrienden, familie en collega's groepen kan aanmaken. Deelbaarheid, daar hebben we op een gegeven moment weer de hartmedaille voor. Dus zoveel mogelijk delen is natuurlijk voor ons heel erg belangrijk. We hadden echt een budget, ik wil niet, ik roep nu iets, maar volgens mij was het iets van €2000 marketingbudget in het begin. Nou, daar kan je natuurlijk helemaal niks mee. Dus dat was wel heel belangrijk dat iedereen echt een soort ambassadeur werd en zelf andere mensen ging uitnodigen. Nou, dat is gelukt, kan ik jullie vertellen. Gamification element heb ik net al helemaal gezegd. En als laatste is het de autoriteit. Dus samen hebben we met Erik Scherder, ik denk dat jullie is bij jullie allemaal wel bekend, neuropsycholoog. Dat is echt het gezicht geworden van Ommetje. Dus wij hebben hem ook heel veel laten vertellen. Hij is hier natuurlijk al jaren mee bezig. Hij roept al jaren van we moeten meer bewegen met z'n allen. Want anders, dat is eigenlijk is het een nieuwe pandemie, hè, waar hij het altijd over had. En we zijn natuurlijk zelf als een autoritaire positie hebben we wel vanuit hersengezondheid. Dus dat was helemaal de goede combi. We begonnen ooit met de gedachte, toen we hem in 2020 dus opengooiden voor iedereen, dachten we van we gaan zo'n 10.000 downloads halen. Dat is echt al een succes, dachten wij. Alleen dat resulteerde in totaal 1,5 miljoen downloads. Daar zitten we op het moment op. En in de eerste 3 maanden van 2021, dus was binnen een jaar, zaten we op 1 miljoen downloads. We hebben we waren nummer 1 gratis app eigenlijk in de App Store. Dat hebben wij met z'n allen wel heel even gevierd, moet ik je zeggen. Dat is een klein succesje. En we hebben extreem veel aandacht gekregen middels interviews, tv, nieuwsbrieven, et cetera. En dat is echt omdat het gewoon op een gegeven moment echt een hype was. En daar zit natuurlijk ook weer dat hele deelelement in. En wat ik net zei, we hadden echt wel een laag budget om er een succes van te maken qua marketing. Dus we moesten het ook echt van de PR hebben. Daar heb ik, dat is natuurlijk helemaal mijn vakgebied, dus daar was ik heel blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar we hebben natuurlijk ook best wel veel, we werden ook een beetje ingehaald door onze eigen succes. Dus wat ik zeg, we dachten echt 10.000 downloads en het werden er op een gegeven moment 1 miljoen en we zitten nu dus op de 1,5 miljoen. We hebben echt heel snel moeten schakelen. We hebben eigenlijk als een soort start-up zijn we gewoon aan de slag gegaan. We zijn begonnen, we gingen maar door, maar op een gegeven moment hebben we ook echt gekeken van wat wil de doelgroep nou? Dus we hebben op een gegeven moment, we hadden dagelijkse analyses van statistieken via het CMS-systeem. Webcare hielden we continu in de gaten. En we konden echt eigenlijk heel snel alle aanpassingen en spelregels doorvoeren, zodat iedereen gewoon actief bleef. De medailles werden opnieuw gecreëerd. We plaatsten nieuwe medailles bij als we zagen dat er iets aangepast moest worden. Continu om er maar voor te zorgen dat mensen, wat ik net al zei, ook bijvoorbeeld die lunchmedaille, om ervoor te zorgen dat mensen op de juiste manier meer gingen bewegen. En dan hebben we het over de successen. Alles wat we dus hebben gedaan heeft er eigenlijk toe geleid. En dat komt echt uit een gebruikersonderzoek wat we in mei 2021 hebben uitgevoerd.
dat iedereen meer is gaan bewegen, of dat een hele grote groep meer is gaan bewegen. Eigenlijk zegt 53% dat ze echt door ommetje meer zijn gaan bewegen. Nou, dat is wel echt een gezondheidswinst, vinden wij. Als je kijkt dat 35% zegt dat ze wekelijks meer dan 2 uur zijn gaan bewegen, dan kunnen we dat wel echt als een succes bestempelen. Nou, ik heb denk ik hier al heel veel van gezegd. We waren echt in no time zijn we gegroeid. Op het moment hebben we dus 140.000 dagelijkse gebruikers. Dus dat zijn mensen die echt dagelijks gewoon actief met ommetje bezig zijn. Elke dag een ommetje lopen. We hebben meer dan 1100 deelnemende bedrijven. Dus eerst was het een app voor de bedrijven om heel zittend Nederland te activeren om weer te gaan lopen. Toen hebben we hem helemaal omgegooid en we hebben uiteindelijk ook nog eens een keer een variant erop bedacht. Echt voor de bedrijven zelf. Het is een betaalde versie. Het is natuurlijk ook weer bedoeld voor onze eigen financiën om uiteindelijk weer hersenonderzoek te kunnen stimuleren. En we hebben uiteindelijk 1,5 miljoen euro PR-waarde gecreëerd. Dus dat is echt alleen maar radio, tv, kranten, nieuwssites, etc. Wat ik net zei, belangrijk element wat we al hadden, fondsenwervend element. Uiteindelijk hebben we ook ommetje ingezet bij collectes. Bij bepaalde themaweken hebben we ze ingezet om niet alleen, nou ja, hier echt gaat het echt alleen om geld. Dus hebben we uiteindelijk 1 miljoen euro opgehaald ermee. Maar we hebben het ook ingezet om voorlichting te geven. Dus we geven niet alleen hersenweetjes, maar we zorgen er ook voor dat er op een gegeven moment een podcast in zit. Dat, dat je doorverwezen wordt naar bijvoorbeeld een artikel om meer te lezen over je hersenen of hersengezondheid. Uiteindelijk hebben we ook 1 miljard euro aan gezondheidswinst behaald. Dat is eigenlijk voor BV Nederland. Dat kan je helemaal terugberekenen, maar wie dat zou willen weten hoe dat precies zit, spreek me straks maar even aan bij de borrel. Als we terugkijken, vorige week bestonden we 2 jaar. Nou, kort gezegd zijn we heel erg blij met wat we de afgelopen 2 jaar hebben behaald. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer dromen en plannen. En de belangrijkste is denk ik wel om nog meer mensen in beweging te krijgen. En ik hoop dat jullie allemaal, nou, dat jullie vanaf nu elke dag meer gaan bewegen. Jullie mogen allemaal de Ommetje app downloaden. Ik zag dat er bij sommigen het echt wel nodig was. Dus dat is echt ons doel. Dus meer bewegen, alle mensen actief te laten worden, maar ook echt bewustzijn te creëren dat dit zo belangrijk is. We willen ommetje inclusief ontwikkelen, dus echt mensen met een beperking die minder actief zijn, minder actief kunnen zijn. En we willen ons vooral focussen op de jonge doelgroep, helemaal omdat daar de mentale gezondheid best wel een issue is op het moment. Dus daar willen we ons op focussen. Vragen? Zijn er nog vragen? We hebben nog korte tijd voor wat vragen vanuit de zaal. Helemaal achterin. Ja, ik zag net dat op een van die bullets van de ene laatste slide stond ook dat er een ongoing of een oneindige game loop is. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan tot wat je eerder zei van we hopen wel dat mensen straks zelf zonder die app deze lifestyle gaan overnemen? Ja, kijk, je hebt echt die routine nodig. Hè? Dus je moet op een gegeven moment er wel echt voor zorgen dat het een routine wordt. We kunnen er natuurlijk, we kunnen er na 3 maanden mee stoppen. Maar ons grootste doel is echt dat mensen in beweging blijven. Dus ja, mensen kunnen constant door blijven gaan. Dus ja, dat is wel het element wat erin zit en waardoor het wel zo succesvol is zoals het nu is. Top, heeft er nog iemand een vraag? Hier nog eentje, de laatste. Ik had er wel 3 man. Je had er op een gegeven moment de voordelen hiervan uitgedrukt in geld, zeg maar, in euro's. Waarom niet in kwalies? Omdat dit een aansprekender cijfer is voor de meesten.
En dit is, je kan het helemaal terugrekenen. Dus je kan het inderdaad, wat je zegt, helemaal in Qualys-kaart pakken. Daar kan je op een gegeven moment weer een cijfer aan koppelen. En dan kan je het helemaal doorberekenen naar winst eigenlijk, dus naar geld. Nogmaals dank, Andreas, namens iedereen denk ik. Alsjeblieft. Hartstikke mooi verhaal. Ik denk een mooi dun lijntje wat iedereen voelt tussen aan de ene kant de beïnvloedingstechnieken en de digitaliseringskansen die dat brengt om mensen op een bepaald spoor te brengen en aan de andere kant de verslavingsgevoeligheid. Ik denk als we daar nog even de overdrive overheen zetten, gaan we naar de volgende spreker. Dat is. Peter van PWXR. Peter heeft een systeem ontwikkeld met VR en voor de rest allemaal lichaamsgevoelige technieken, waardoor je gaming eigenlijk op een veel actievere manier kunt gaan kan gebruiken. Waarbij eigenlijk het spel, dus hij zei straks tijdens de lunch mooi, om mensen te laten bewegen heb je fitness en aan de andere kant heb je gamers en wij gaan daar precies tussenin zitten. Een hele mooie manier. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat ten opzichte van het detox-verhaal zich verhoudt, Peter. Dus neem ons mee. Nou ja, welkom en bedankt voor de uitnodiging natuurlijk. Het helpt als ik een klikkertje erbij heb. Kijk. Ik vind het altijd een mooie opening als je zegt, mensen gaan wel even staan. Maar die hebben we al gehad vandaag. Dus dat vind ik een hele goeie als je wil. Ik zat er net ook eventjes, graag gerust hoor. Maar ja, de clue is al verklapt, maar we gaan gewoon lekker door. Want wat ik eigenlijk over wil gaan vertellen, is dat wij echt aan het zoeken zijn naar wat kan je nou doen, wat een beetje in het midden zit tussen gaming, zoals we het kennen, hè, dat traditionele, je kan een controletje pakken, kan whatever, je kan alles doen, en dat we daarnaast sport pakken. Want ja, daar gebeurt gewoon zo ontzettend veel. Maar ik wil dan eigenlijk gewoon wel graag een klein beetje vertellen waar we vandaan komen. Gewoon een leuk verhaal, we hebben de tijd. Dus ja, eigenlijk begon ik mijn studio in 2016. Had toen een veel ingewikkeldere naam, maar ik zat een beetje te spelen met die nieuwe media. Ik dacht, ja, VR, superleuk, hartstikke interessant. En het voelde mij een beetje als de tijd van Georges Méliès. Is iemand bekend met een beetje de hele, hele oude regisseurs? Nou, je had op een gegeven moment had je de gebroeders Lumière, die hadden een mooie uitvinding gemaakt, een dikke vette camera. Nou, moet je voorstellen, er komt een kerel langs, zijn vader is schoenlapper en hij zelf wilde ja, iets met goochelen doen, vond het leuk. Hij keek eens naar het apparaat en denkt, potverdikkie, dat wil ik hebben. Doe mij er eens zo heen, ik betaal er wel voor. Nee, doen we niet, zeiden ze. Ja, maar verdikkie, ik wil er wat mee doen, het is hartstikke leuk joh. Nou ja, wat je dus kreeg, is hij keek nog eens een keertje en dacht, verdik, doe het zelf wel. Nou, zo gaandeweg is hij zelf gaan werken. Een bekende film van Martin Scorsese, Hugo, dat is ook een beetje gebaseerd op die kerel. En wat hij dus gedaan heeft, op een gegeven moment heeft hij zelf die camera gemaakt. Nou ja, wat toen eigenlijk gebruikelijk was, was je zet die camera neer daar in het midden en je gaat eigenlijk de screenplay ga je opnemen. Nou, dat is totaal niet interessant. Zo ga je niet een medium verkennen. Dus hetzelfde als je zegt van ja, ik ga radio luisteren op mijn televisie. Ja, dat kan allemaal wel, maar maak het wat spannender. Dus wat idee is, op een gegeven moment ging hij een beetje klooien met dat ding. En dacht van, nou, ik ga eens een trammetje opnemen. Hè, ik maak het allemaal wat dikker natuurlijk om het verhaal wat mooier te maken. Maar je moet je voorstellen, hij zag op een gegeven moment een trammetje van A naar B gaan. Halverwege deed het apparaat niet. Bam, 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 pad, schroevendraaier. En op een gegeven moment, hij deed het weer. Later ging hij naar de edit suite. Hè, hij ontwikkelde de film, ging kijken wat het nou geworden was. Hij keek zo. Hij denkt, pak, pak. Hè? Wat is er gebeurd? Dat ding gaat in één keer van die kant naar die kant. Eigenlijk is dat de basis van zoals we nu kennen, stop motion. Stop motion, dat wordt voor, eigenlijk is dat de basis voor tekenfilms, dat soort dingen. Tijdens dat ontwikkelen zat hij ook te kijken van nou, hier moet ik die knappen plakken en daar moet ik die plakken. Die filmpjes gingen over elkaar heen. En je had ineens dissolve. Nou, dat is van Hitchcock en de Star Wars films kennen we dat. Dat het ene filmbeeld in het andere filmbeeld overging. Man had hartstikke veel gedaan. Maar wat het interessant is, het heeft een beetje overlap, en ik moet niet te ver naar achter kijken, dat je eigenlijk met de komst van VR weer zo'n medium moment had. Nou, dat is likkebaarden. Zit ik precies in die leeftijd, in die tijd dat ik daar wat mee kan. Hartstikke leuk. Dus ik mag gaan denken over de grammatica die er komt met virtual reality. Heel nieuw medium. Nou ja, en daar in het midden van wat je ziet, begint dus echt die innovatie. En innovatie is gewoon superleuk. Daar begin ik helemaal van te stralen, lekker creatieve dingen bij elkaar doen. En dat is wat je hier ook een beetje op de achtergrond ziet. We zijn eigenlijk begonnen met dat VR-verhaal waarbij we iedere keer de eerste waren. Als een businessmodel hartstikke niet doen, maar het is wel leuk om dingetjes uit te pluizen.
Dus wat we gedaan hebben, dat zie je daar aan de rechterkant. We waren de eerste die eigenlijk een game ontwikkeld hebben waarbij je handen kon zien. Dus eigenlijk, hè, in het spelcomponent beweging toevoegen. Nou, dan kom je achter dingen die nu inmiddels alweer een beetje normaal gevonden worden. Maar het is wel heel leuk dat je zegt van ja, maar wij waren de eerste. Maakt verder niet uit, maar uiteindelijk achtervolgt ons dat verhaal. Want terwijl je daar nog iemand ziet met zijn handen, zie je daar ook nog een apparaatje. Dat is de HTC Focus. Nou, dat is eigenlijk, je hebt twee soorten virtual reality brillen. Je hebt de Oculus Quest en je hebt de Focus. Wij hebben ons geconcentreerd op die daarachter. En terwijl we lekker doorratelen met wat je daar ziet. Die bril die zorgt ervoor dat je ook kon rondbewegen, kon lopen. Dus de Chinese ontwikkelaar die zei, hey, we willen wat met jullie doen. Kom naar China, jullie zijn de allereerste in de wereld die er wat mee mogen. Dus wij gooiden dat ding ergens in Eindhoven op. Een lege tafel, de deur niet dicht. Op. Ja, we zien wel. Dus toen kwamen we uiteindelijk in China aan. Nou, ik moest door een kluis, moest nog een keer door een kluis. Weet je echt, ja, nog even ondertekenen. We mochten hem zien. We dachten, ja, we hebben dat ding gewoon bij ons op de studio. Bleken we dus best wel uniek in dat verhaal te zijn. Maar ook daar weer innoveren. En nog een keertje. Een aantal spellen uitgebracht. In China grote prijzen gewonnen. Daar zijn we hartstikke trots op. In Nederland gewoon nog steeds hetzelfde postzegeltje. Maar het geeft niet. Wij worden blij van innoveren. Ja, maar wat kregen we nou op een zeker moment? Dan gaan we eens even naar de volgende toe. Want we dachten, ja, die consumentenmarkt is lastig. Want je hebt iets nieuws, er is nog niet zoveel. Hè? Niet iedereen had nog een tv thuis. Virtual reality, wat zien we eigenlijk het meest? We zien dat het een geïsoleerde ervaring is. Je ziet echt iemand met zo'n bril op en je hoort, of je hebt zo'n Matthijs van Nieuwkerkje, die gaat op zijn knieën, die valt voorover, die begint te gillen als een baby. Zo, ik zit in een... Nou, maakt niet uit. Ook niet echt de beste ambassadeur op dat vlak. Maar het is geïsoleerd. Kunnen we daar wat mee? En tegelijkertijd, met die prijzen die we gewonnen hebben, wij zaten nog heel erg geconcentreerd op niet misselijk worden. Want dat was toen heel erg iets wat je vaak terug hoorde. Nou, wij hadden ervaringen gemaakt, je werd er niet misselijk in. Maar tegelijkertijd, dat is zo verdomde saai, joh. Want je wacht. Ja, het is zo mooi. Je ziet mensen een beetje zo doen. Nou, laten we eens kijken of we dat wat anders kunnen gaan doen. Dus laten we eens één probleem centraal stellen waarbij wij eigenlijk zeggen, nou, we stropen de mouwtjes nog een keertje op. We gaan iets nieuws doen. En ja, waar zou dat nou eens in zitten? En we zaten te kijken en we dachten, controllers. Ja, die dingen die zijn er al eventjes. Maar kunnen we dat nou nog eens een keertje wat anders doen? Dus niet die controllers centraal stellen. Want wat je eigenlijk ziet is bijvoorbeeld met de... Ja, hier zie je dus een voetbalveldje erachter. Ik denk nu niet het beeldmerk van FIFA erbij. Ik noem hem wel op natuurlijk. Maar het zijn eigenlijk gasten en meiden die zitten een beetje zo op de bank. En dan heb je tegenwoordig natuurlijk FIFA-competities. En je hebt voetbalclubs die er nog eens een keertje tegenaan hangen. Maar wat je dan krijgt is een serie kamerolifantjes die heel hard gaan sporten. Omdat ze er toch nog een beetje stoer uit moeten zitten. Maar dan gaan ze uiteindelijk de activiteit zelf doen. En dan zitten ze weer zo. Laten we dat nou eens een keer pakken. Kunnen we daar wat mee? Nou, de grap is, binnen het Eindhovense zijn er heel veel partijen. Hè? We zijn toch een beetje de tech-hub in de wereld. Hartstikke trots. Ik ben import. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Maar wat je hebt, is dus als je de juiste partijen bij elkaar weet te vinden, dan ga je ook weer nieuwe dingen ontdekken. En een van die dingen die wij zagen, is een partij die kwam met accents pakken. Tegenwoordig heet dat Movella. En dat is een systeem wat je rondom je lichaam heen kan plakken eigenlijk. Dan moet je een lycra pak aandoen, een soort Sven Kramer pak. Als je het lichaam hebt, is het leuk. Als je het niet hebt, is het niet leuk. Komt er niet mooier uit te zien. Maar die sensoren zorgen ervoor dat je dus je lichaam kon registreren. Je deed van alles en op een gegeven moment zie je dat op een schermpje naast je. Je denkt, oh. En dat gebruiken ze dus voor film, voor topatleten en dat soort dingen. We zagen wat jongens experimenteren ermee. Dachten, nou, dat is eigenlijk wat we zoeken. Dat is de linking pin, zoals dat zo mooi heet. Want wij zochten die beweging. En dit zou misschien wel zo'n leuke introductie kunnen zijn. Want wat wij eigenlijk zien heel veel in virtual reality, zijn van die mensen die als mallen met van die dingen lopen te zwaaien. En dan heb je allerlei spellen zoals Beat Saber. En nogmaals, we vinden al die spellen prima. We doen geen oordeel over dat het slecht is of goed. We proberen gewoon iets nieuws te bereiken. Nou, in plaats van dat je alleen maar zo staat, kan je misschien ook je hele lichaam gebruiken. Maar er zijn ook nog andere dingen. We hebben natuurlijk het Ommetje-app, kon ik er ook bij zetten. Dat is ook heel leuk, maar dat maakt niet weer dat digitale linkje wat we zelf alweer zo leuk vinden tijdens een detox-conference. Sorry. Maar we kijken, kunnen we dat immersieve van wat we gewend waren te bieden, kunnen we dat behouden en tegelijkertijd toch die beweging erin zetten. Nou, we zagen wat andere dingen, zoals een AR-wall. Er zijn verschillende partijen. We zitten nu in allerlei clusters, denktankjes en met universiteiten. En dit komt uit Finland, geloof ik. Gasten die keihard rennen, maar dat doe je drie keer de bit zat.
En dan heb je nog natuurlijk zo'n AR. Ik hou zelf best wel eens van een keertje bolderen, een beetje klimmen en klauteren. Maar dit ben je ook na een paar keer zat en je doelgroep is heel erg klein. Want je moet echt wel een beetje een boldergekkie hebben om dit gewoon meerdere keren te willen gaan doen. Nou ja, kom op een gegeven moment draak van een bedrijf Facebook, knippen eruit. Die gaat dacht van imago, we gaan Metaverse gaan we starten. Nou, Metaverse, een beetje een hype cycle. We moeten even kijken wat het doet en dat het tot volwassenheid komt. Maar het zeggen eigenlijk, ja, het zijn soort digitale omgevingen waarin je kan ontmoeten. En wij waren dus bezig met die pakken. Dit verhaal was gaande, maar daarvoor hadden we al de film Ready Player One met z'n allen in de bioscoop gezien. Wie kent de film Ready Player One? Wie kent hem niet? Oh. Wie kent de Matrix? Wie kent de Matrix niet? Ik neem het je niet kwalijk, die enige. Maar het is eigenlijk een filmische weergave van hoe het is in de toekomst dat je met je hele lichaam het digitale kan betreden. Nou, Ready Player One is een soort gelijke film. Dat gaat over een toekomstbeeld van de regisseur Steven Spielberg. Die zei, we kunnen heel erg mooi naar de toekomst kijken. In 2045 hebben we brillen, pakken en mensen kunnen er vrij rondlopen. Ik dacht van, nou ja, hartstikke leuk. Maar we keken, terwijl die film dus gaande was, naar het team. En ik dacht, potverdikke, dit hebben we op de studio, joh. Dat is hartstikke leuk. Maar wat we ook hadden, is met als je beweging erin wil gaan zetten. Ja, virtual reality, het andere verhaal wat ik zei. Het is knijter saai. Je zit te wachten. Zij zijn eindelijk eens een keertje klaar, dan mag jij aan de beurt. Dus kijken naar het showcomponent. En inmiddels liep het zo gezellig uit de hand, dat we steeds meer partijen kregen. Van nou, we hebben nou toch iets ontwikkeld? Ja, ik geloof het niet. Plop, horen erop en ze kwamen langs. Dus dat is op het niveau van top bij Talpa, maar ook bij Fox Sports. Het is nu ESPN. Allerlei andere hardwarepartijen. En we gingen kijken van, nou, wat vinden we nou leuk? Bijvoorbeeld American Next Ninja Warrior en Wipeout. Dat zijn van die televisieprogramma's waarbij een paar van die mallets over zo'n stormbaan zien rennen. En iedereen denkt, oh, wat leuk. Gaan ze het halen, gaan ze het niet halen. En zelf vind je het ook wel leuk. Maar dan doe je het op een heel ander niveau. Maar dat was een zaadje wat geplant werd, wat alleen maar door begon te groeien. En vervolgens zaten we ook te kijken naar bijvoorbeeld, wat is er al in het landschap? Dat was op een wat later tijdstip. En dat is bijvoorbeeld uit Japan. Dat heet Hado. Dat zijn mensen die hebben een brilletje. Dat is dan AR, hè, augmented reality. Die hebben dan een telefoontje wat ze dan voor hun hoofd plakken. En dan zien ze iets eroverheen geprojecteerd. Balletjes gooien. Of ja, balletjes gooien kunnen we ook wel. Dat is niet zo spannend. Als je dan toch dat virtuele hebt, laat het een stapje verder maken. Dan wil ik niet een balletje over me heen en weer gooien. Maar dan kan ik op zijn minst een draak van 10 meter op me af zien rennen. Van mijn part. Maar nu zeg ik draak, je ziet daar aan de andere kant zie je mensen, en dat is ook een LBE, location-based entertainment. Dat is de locaties waar je dat zou kunnen gaan spelen met je vrienden. Want dit soort dingen koop je niet thuis. Gaan ze schieten? Ik dacht, potverdikkie, dan net zoals met dat FIFA, waarom weer schieten? Dat is toch helemaal niks, joh. Dus we dachten van, nou, weet je wat, als we dan die beweging willen pakken, dan gaan we ook gelijk daarbij zeggen, stempel, bam, non-violence. Dus eigenlijk waar we naar kijken is, kunnen we die bankzetters, kunnen we die een beetje weg zien te krijgen. Vervolgens kunnen we dan eigenlijk ze ook zo ver te zetten dat ze wat gaan doen. En het meest interessante vind ik, wat ik er net natuurlijk chargerend zei, de kamerolifantje. Maar kunnen we echt de activiteit zelf inzetten, zodat je wat gaat doen. En daar zit echt iets heel leuks. Exergaming. Het heeft een naam gekregen. We waren op een gegeven moment een paar jaar geleden door Sport Vlaanderen tegenhanger van NOC en NSF gevraagd van kom eens langs, laat je dingen zien. Zij noemen het exergaming, dat is inmiddels een begrip. Wij hebben zelf onze concepten neergezet als Active eSports Arena. Dus wij noemen het gewoon glashard Active eSports. En gek genoeg zie je zelfs die naam allemaal terugkomen. Wij zeggen, wij hebben hem geregistreerd. Yes. Dus laten we kijken of we dat verder kunnen uitbuiten. Kunnen we hier iets mee? Kunnen we iets groters maken? Dus we hadden de Body as Controller. En zoals je ziet, in het Eindhovense helemaal de foute club. Maar wat we gedaan hebben, is we hebben die motion capture technologie zo weten in te zetten dat we ook niet die Sven Kramer pakjes meer nodig hadden. Want het werd één groot zweetfeest. Met klotsende oksels kwam je eruit en dan moest de ander het aan. Dus we gingen kijken, kunnen we ervoor zorgen dat je snel die hardware rondom je heen kan doen. Die sensoren die meten al je bewegingen. Maar ook op een manier dat je het hygiënisch kan houden en dat je daarop voort kan bouwen.
Kijk, en nu komen we een beetje in dat thema van wat we eerder zeiden, digital detox. Het is nogal digital, het is ook een stukje detox. Dit hou je ook geen uren vol, ga ik je vertellen. Na 8 minuutjes ben je echt, nou niet stuk, maar dan heb je echt wat gevoel dat je voldaan bent. We hebben het zo ontwikkeld dat je er een moeilijkheidsgraad kan geven. Je kan andere content doen, die wisselt. Allemaal geïnspireerd op bepaalde elementen van sport. Want ik begon er net over de grammatica van virtual reality. Met je lichaam in virtual reality, dat is iets wat mensen, ze snappen er geen bal van totdat ze het gedaan hebben. Dat is zo gek. Ik vertelde net, ja, stel je voor je zit op een eiland en je hebt er altijd lekker rondgelopen in je schaamlab. En je denkt ineens, hé, wie is die kerel? Die komt naar je toe. Ik heb nou toch iets moois, een auto. Er zitten wielen aan en als dat ding aan met benzine erin gaat, kan ook elektronisch. Dan kunnen ze op een gegeven moment over snelweg. Snelweg is trouwens zo'n plat ding, dan kan je oprijden. Dat is hartstikke lang en dan kan je een rondje doen. Dan kan je naar de melkfabriek en de op een gegeven moment snap je er helemaal geen niks van. Je moet het zelf ervaren, je moet het zelf zien, je moet het zelf een keertje gedaan hebben. En waar we dus eigenlijk mee zitten met de uitdaging, is als je het vergelijkt met e-sports in zijn algeheel. Kijk, een e-sport normaal gesproken is eigenlijk niets anders dan een hele groep digitale gamers die zichzelf gaan organiseren en daar een competitie mee gaan maken. Er zijn allerlei interpretaties en nuances voor, maar je kan bijvoorbeeld wat je in de COVID-tijd zag, mensen gaan lekker digitaal schaakspelen met elkaar. Super interessant en leuk. En die gaan een competitietje maken. En daaruit krijg je dus een e-sport. Dus een totale cyclus van allerlei mensen die met elkaar in contact komen. Prijzen, gelden, noem maar op. Maar wij zitten met het probleem. Hey, nieuw stukje techniek, nieuw medium, eigenlijk een nieuwe medium ervaring. Maar het is nog zo premium eigenlijk, zo exclusief, dat je dat niet zo voor elkaar kan krijgen, dat je daar gelijk in 1 keer 1 miljoen mensen hebt. Dus hoe ga je die eyeballs zien te krijgen? Wij denken, we zaten er net natuurlijk alweer een kleine keer links en rechts te schieten op voetbal. Super interessant, want die gasten die zoeken natuurlijk naar een link naar generatie Z, of Gen Z. En hoe interessant is het als we dat gat wat ze nog niet helemaal door hebben kunnen vullen met game content die echt over beweging gaat, die echt over show gaat. En dan betekent niet dat we het andere disqualificeren daarvoor. Nee, we verrijken het alleen maar. Dus we koppelen dit als een event wat je net zag in het Feyenoordstadion. Maar we hebben het natuurlijk ook al met PSV volop gedaan. We hebben dat ook met Ajax gedaan. We kijken naar van die peak event waar heel veel mensen komen kijken en daar zetten we eigenlijk een show neer. En het idee van die show zorgt dat mensen langskomen en denken, oh leuk, dat wil ik ook eens een keer gaan proberen. En daarvanuit gaan we allemaal plekken zoeken in Nederland waar je het zou kunnen gaan spelen uiteindelijk. En wij geven daarbij die content. In Eindhoven, hier, daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen, hebben we zo'n center. En we proberen dus te kijken dat mensen van buitenaf het heel leuk vinden om in die korte momenten dat er gespeeld wordt, dat ze bij elkaar komen, het gezellig hebben, een beetje kletsen, socializen. Gek genoeg zitten er allemaal gewoon ouderwetse Hollandse spelletjes bij wijze van spreken op een tafel verspreid terwijl ze kijken hoe die matches gespeeld worden. Maar we kijken vanuit die schermen dat verhaal uit verschillende perspectieven kunnen vertellen. Daarin zit augmented reality, dus ze filmen die mensen. We kunnen een replay doen, dus we kunnen nog eens een keer terugkijken naar de scores. Maar we kijken eigenlijk hele korte momentjes van game en sport bij elkaar. Komt-ie en maak het even serieus, hè. Ja, en dan zijn we natuurlijk hartstikke trots dat we ook nog eens een keer genomineerd zijn op ons postzegeltje. Als leukste uitje in Brabant. Maar hierin kiezen we natuurlijk ook weer slim de juiste mensen. Siem de Jong, nou bekende voetballer. Maar we hebben een tijdje geleden ook Arnold van der Leijden gehad. Dus ik vertelde het laatst tijdens een presentatie met allemaal jongere gasten. Die stonden allemaal te gapen. Arnold van der Leijden. En die heb je wel gezien. Arnold van der Leijden. Dat weet ik vrij zeker. Ja, we moeten iets doen met kicks en punches. Zeg, ja, is leuk. Gaan we erin doen. Want het is eigenlijk opgebouwd, die ervaring die je net zag, uit allemaal kleine minigames geïnspireerd op sport. Dus je moet je voorstellen, we gaan niet letterlijk een sport overnemen.
Want dat is dan al met een bal. Nee, het medium zorgt dat je eigenlijk een beetje op afstand van elkaar wil staan. Je kan ze in virtual reality bij elkaar brengen. Dus je wil die sociale componenten erop bouwen. Maak het niet te ingewikkeld. Maar door die kleine sportelementjes kunnen we een knipoogje geven naar de voetbal, naar de volleybal, naar de basketbal. Allemaal kleine dingetjes. Waardoor het uiteindelijk zelfs kan doorgroeien tot misschien wel een soort sport van de toekomst. Maar goed. Net eventjes de foute partijen laten zien hier in het Eindhoven. Nu de mooiste. En als ik dan eventjes naar de volgende ga, hier zo. Want PSV is, daar zijn we ook super trots op, onze officiële partner. Nou, hebben ze ook nog eens een keer een mooie week achter de rug. Maar wat we hebben is hun e-sporters, die laten ook zien wat het betekent. En we hebben ook evenementen waarbij ze zich aansluiten. En we kijken op die manier of dat we echt van toegevoegde waarde zijn in het palet, in de combinatie van Gen Z zien te bereiken. En dan ook met actief bezig zijn. Nou, en datzelfde doen we dus ook, wat ik zei, op de andere locaties. Dus niet alleen voetbal, het kan ook een Papendal zijn. Het kan Ahoy zijn. En we zijn laatst naar Amerika geweest, omdat we ook denken van ja, zo'n nieuwe technologie moet echt als een olievlek de wereld ingegooid worden. Dus moeten we het daar niet naartoe gaan brengen. En daar zie je dat in ieder geval de interesse groter is naar een nieuw concept wat je in één keer kan uitwaaien. Hetzelfde geldt voor het Midden-Oosten. En dan vliegt het uiteindelijk echt wel een keertje terug. En met het aansluiten van die grote evenementen kijken we ook of we het verschil kunnen maken op bijvoorbeeld dit evenement. En dat gaat in de MEC in Maastricht plaatsvinden. En daar gaan ze dus een evenement allemaal rondom sport. Wat ik zei, hè, je kijkt naar een scherm met een controller. Dus daar proberen wij het stukje actief aan toe te voegen. Dus die grote e-sports organisaties die voelen ook de behoefte, kunnen we meer beweging erin stoppen. Niet alleen beweging, show maakt het interessanter om naar te kijken. Nou, dit is super saai, maar ik ga er wel even snel doorheen. Wat wij dus doen, want je wil dan ook een klein beetje strategie weten natuurlijk. We kijken of dat we vaste locaties kunnen hebben waar mensen naartoe kunnen komen. Gewoon lol, plezier, met je vrienden, bedrijfsuitjes. Ik ga straks wat vertellen over scholen. Dat heeft die maatschappelijke impact, wat ik zei. Die gaan spelen. Net zoals wat er net gezegd werd, met gamification of de game die we zijn, willen mensen nog een keertje spelen, nog een keertje. Komen competities uit. Dat zie je eigenlijk in de tweede target group en in de derde target group. Dat zijn die grote evenementen. En die grote evenementen die zorgen dat je gewoon een kick-ass festijn hebt, waarbij er gewoon feest gevierd wordt met een stukje branding erbij. De beste bekende mensen komen erbij. En die zorgt weer voor dat de mensen die het hier heel goed doen, die kunnen daar naartoe. En de mensen die daar zijn en die zeggen, ja, dat is leuk, waar kan ik het doen? Dan kan je daar doen. Dat is een beetje de opbouw van dit geheel. En daarin kijken we of dat we een platform kunnen creëren waarbij wij die locaties verspreid over de wereld uiteindelijk wellicht en die events kunnen voorzien van content. En dan kan je het niet alleen uiteindelijk gaan gebruiken voor gaming, maar het is een tool voor ook health, educatie. Gewoon kleine momenten in die virtuele wereld, zonder dat je ze helemaal verslaafd en indoctrineert. Maar je kan het gebruiken als kleine mooie momenten waarbij de wereld en de omgeving net even andere context kan bieden. En dat is wat we nu aan het doen zijn met de scholencompetitie. Die scholencompetitie kwam eigenlijk een beetje voort met ja, zo'n nieuw soort gameconcept. Moet je eigenlijk interessanter proberen te maken en mensen laten begrijpen wat het is. Dus je moet zoveel mogelijk bereik zien te krijgen en je wil eigenlijk ook iets goeds doen. Dus op een gegeven moment, met hulp van Brabant Sportfonds, hebben we de stoute schoenen aangetrokken. We hebben gezegd, 500 scholieren in eigenlijk heel Brabant bieden we de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan een ja, speciaal door ons ontworpen programma. Dat eigenlijk opgebouwd is uit drie momenten. Het eerste moment is dat de groep scholieren wordt uitgenodigd als een soort ja, exclusieve groepsles of gymles om te komen en die gaan dit spelen. En het is zo afgesteld dat ze echt hun squats en al dat soort dingen netjes krijgen. Dus het is echt een workout die ze krijgen. Een bekendmaking met van hey, dit is die nieuwe techniek. Daarna krijgen ze een soort nulmeting. En die nulmeting die dient ertoe eigenlijk van ja, hoe sta je tegenover sport? En dat is natuurlijk een beetje subjectief. Nu nog niet in deze fase dat we de hartmetingen en dat soort dingen erbij doen. Maar het is eigenlijk een nulpunt waarbij we een stukje zelfreflectie doen, waardoor we op een gegeven moment kunnen gaan verder kijken met die scholier. Want we pakken dan generatie Z, 14, 16 jaar, hebben we de scholen gepakt waar de meeste drop-outs plaatsvinden binnen sport. Om te kijken door dat te doen, als startpunt, wat kunnen we nu doen? Ze hebben gespeeld en in diezelfde ruimte krijgen ze dan een survey waar ze die vragen gesteld worden. En met samenwerking met Eindhoven Sport, dus de gemeente Eindhoven, krijgen ze daarna gelijk vanuit de gemeente een advies mee.
hey, je hebt dit oefeningetje gedaan, of dit gamepje gedaan, dit gamepje, zou je niet door willen groeien naar iets betere punten? Ga eens voetballen, ga eens klimmen, ga eens freerunnen doen, ga eens dit, ga eens dat. En dat bieden ze dan gratis aan die scholier. Die scholier, door dat te gaan doen, door zo'n proeflesje, krijgt dan ook wat extra punten mee. Dat is weer die gamification die we er net horen. Nou, als ze dat gedaan hebben, want ze komen er al uit met een succeservaring, dat heb ik niet eens gezegd. De grap is als kinderen, maar ook volwassenen, zo'n bril opdoen, zo'n pak opdoen, en dat is misschien wel het meest interessante van die hele ervaring, dan vergeten ze wie ze zijn. Dus ik durf gewoon onherroepelijk tegen jullie allemaal te zeggen, ik weet zeker, als je in die ervaring komt, binnen een minuut heb ik je kruipend op je knieën van de ene kant naar de andere kant, en dan sta je te schateren als een klein kind. En ik heb het vaak gehad hoor, mensen strak een pak in de 70, die gaan dan op een gegeven moment zo, en hop, hoor ik weer, ja hoor, gaat er weer eentje, hop, dwars door zijn broek heen. Gewoon omdat ze zo fanatiek aan het spelen zijn. En ze vinden het niet erg, want ze nemen dat risico, maar het geeft aan, jong, oud, het is een succeservaring. En op die succeservaring, en daarom is die scholencompetitie zo interessant als bewustwordingstoel, de succeservaring zorgt dat je het gesprek kan aankaarten met iemand die normaal gesproken een afstand heeft tot sport. Door bijvoorbeeld zelfvertrouwen of wat dan ook. En we zijn bezig die data te analyseren. Dus ik kan er niet stellig zeggen van dit is zo by fact. Maar alles wijst er wel op uit. Maar als die kinderen dus dat rondje gedaan hebben bij ons, dan krijgen ze een advies om te gaan sporten. Niet verplicht. Dan uiteindelijk komen ze na 2 maanden terug. En dan kunnen ze zich plaatsen voor de competitie. En dat is eigenlijk het spelletje uitgebreid nog een keertje spelen. Met z'n allen. Het is 2-2. En dan zorgt het ervoor dat er de winnaars uiteindelijk uitgenodigd worden om bij een mega event te komen. Dat kan bij PSV zijn of een andere grote festiviteit. Wat we gaan doen. Maar dat kan hij ook wel voor vertellen. Ik ben van het Anton Schellens College en ja, ik denk natuurlijk dat wij gaan winnen. Wij zijn zo'n topleerlingen, dus daar gaan we voor. Ik heb het zelf vanmorgen 1 keer gedaan. Ja, ik ga dadelijk nog een keer doen. Ik vond het heel tof. Dus het is echt heel bizar dat je echt zo'n pak aankrijgt. En ja, op het moment dat je die bril op hebt, dan ja, zit je in 1 keer ook helemaal in die wereld. Dus het is echt, het speelt op hoogte af. Dat ik echt dacht van ja, in je hoofd weet je van ik sta gewoon laag. Maar doordat het er zo in zit, heb je echt het idee dat je ook moet oppassen voor het randje en zo. Dus echt heel gaaf. Ik denk dat kinderen hierdoor wel anders gaan denken over sport. Omdat ze, gamen is natuurlijk helemaal van deze tijd. En als je ziet dat de kinderen met een VR-pak aan ook eigenlijk hun game kunnen spelen, maar dan zelf in beweging zijn. Ja, dat is natuurlijk dat is een win-win. Dan kunnen ze endgame, ondertussen zijn ze toch in beweging. Dan zitten ze niet lui op de bank. Maar dus ik vind het een ontzettende aanwinst. Nou ja, ik vind het super tof dat dit bestaat. Dat er wordt nagedacht van oké, hoe krijgen wij kinderen aan beweging? Want ja, dat is toch wel van deze tijd hè, dat kinderen eigenlijk meer moeten bewegen. Dus ik vind het supergoed dat Eindhoven Sport en Active eSports, allerlei sportverenigingen daaraan meedoen. Ik denk dat hier zelfs volwassenen heel erg enthousiast over kunnen raken. En zeker zo gemotiveerd voor kunnen raken om dit nationaal iets mee te doen. 2-1, go! Ja. Hartstikke goed. Nou ja, dit is wel grappig op het einde. Dan vraag je zo'n groepje van die pubers. Ja, doe ze even enthousiast. En dan komt het en uiteindelijk krijg je het er wel uitgeneven. Maar de ene groep is heel extreem. De andere groep is wat minder. Maar eigenlijk kom ik nu aan op wat jij net zei. Is we kijken of dat we met dit concept eigenlijk een brug kunnen slaan tussen noem maar een gym, een fitnesszaal en een e-sportzaal. En we zien dat in Amerika gebeuren, in China is daar interesse in het Midden-Oosten. En de grootste e-sportsorganisaties, die zijn daar hard mee aan het werk. Dus, nou ja, blijft eigenlijk over jullie een keertje uit te nodigen. Wees een keertje van harte welkom om te zitten in de SX. Ik moet nu nog even ongegeneerd reclame maken, want het is superleuk voor bedrijfsuitjes, feesten en gewoon allerlei andere events. En wat je krijgt, is dan natuurlijk een enthousiastere groep. En dank voor jullie aandacht. Dankjewel Peter. Mooi actief verhaal in het geheel. Zijn er gamers in de zaal, actieve gamers? Echt helemaal niemand? Ook die ommetje app al niet? Wat een passieve groep. Gamers in de... Zie je jezelf ook zo wel gamen? Het zou een fantastische brug zijn volgens mij als het passieve gamen meer deze kant op gaat. Dan hebben we volgens mij in ieder geval een deel van het probleem van de verslavingsgevoeligheid en de problemen van de verslavingsgevoeligheid van gaming wel opgelost. Zijn er nog vragen in de zaal? Want we lopen een beetje uit qua tijd, maar ik ben benieuwd of er nog vragen zijn in de zaal.
Nee. Dan wil ik eigenlijk eindigen met nogmaals jullie allebei bedanken. Doortje is al weg, maar nogmaals allebei bedanken. Met een kleine attentie komt zo nog namens de organisatie. En ik wil eigenlijk ook nog even eindigen met de schermtijd bingo. Voor wie er mee wil doen. Dus check even allemaal de schermtijd op je telefoon. Als je niet mee wil doen of je schaamt je voor de schermtijd, dan mag je blijven zitten. Nou, bij Apple geeft hij in ieder geval aan het gemiddelde van de lopende week. En ga even allemaal staan alsjeblieft. Degene die mee wil doen mag even gaan staan. Bij Apple staat hij meteen in scherm. Bij Android weet ik niet of iemand kan helpen hoe die tips heeft. Nee, hij staat bij scherm meteen bovenaan staat hij eigenlijk al. Nee, mag al terug naar instelling. Ja, dan als je naar beneden gaat. Display. Staat hij al. Ik kijk er echt nooit. Oh, hij staat bij jou anders. Wacht, ik ga even zoeken. Ik vond. Ik hoor hier al schaamtes. Heeft iedereen het gevonden? En wil iedereen die meedoen even gaan staan? Die mee wil doen even gaan staan? Oké. Okay. Zijn er nog mensen aan het zoeken? Even hand omhoog als je nog wel aan het zoeken bent naar je schermtijd. Oké, wie heeft er meer dan 3 uur? Degene die min... Die mag blijven staan. De gemiddelde schermtijd van afgelopen week. Meer dan 4 uur. Meer dan 5 uur. We hebben een winnaar. En dan ben ik wel heel benieuwd. Zo. Je mag het straks aan de bar aan hem vragen. Ik ga het niet vertellen. Vind ik wat heftig. Dankjewel allemaal. Was leuk jullie te zien. Nogmaals dank voor de sprekers. En tot de volgende keer.